Ik ga gewoonlijk voor een klantje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stoffel is dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes, wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, zelden. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Prietkast. Hey, wauw. Met Peter de Pauw. Ja, het zou wel zijn. Ik kan er niet van over. Dat was een kei funny begintune. Eigenlijk wel tof. Vond je het goed? Ja, ik vond dat leuk. Ja, nee, dat was echt funny. Ik had dat ook totaal niet verwacht. Nee? Ja, dat geeft direct zo'n... Het wordt hier gezellig sfeer. Ja, zo. Ja. Ja. En er zit ook... belangrijk voor de begintune was, toen dat we het bedachten, dat het over frieten gaat, maar ja. Eigenlijk ook totaal niet. Nee. Dat is goed, hè. Want ik denk, anders kom je ook niet aan het tweede seizoen. Goh, ja, ik denk wel dat het is altijd een goed idee, denk ik, als je een interview doet. Dat merk ik wel. Als je zo'n bepaald ding pakt waar iedereen wel iets over te zeggen heeft, dan kan al de rest ook veel vlotter. Ja, dat is waar. Zo, dan voelde van, ah ja, we zijn al vertrokken omdat we zo'n onderwerp hebben. Ja, en je moet niet zo beginnen met, en hoe ben jij begonnen? Of dan kom je zo in dat, terecht. Wat ik soms met mijn podcast wel heb. Zo, ik merk wel dat hoe langer dat ik bezig ben, hoe losser dat ik daarin word. Dat mij ook minder interesseert van zo een interview te doen, maar dat je echt babbelt met iemand. Ja. Dat je echt zegt van, fuck it, wat heb jij vandaag gedaan? Zo, allee, dat er zo ergens iets kan beginnen dat je niet zo formeel zit te interviewen. Ja, ik hou ook niet van formele interviews eigenlijk. Mm. Dat is, allee, dan kunnen we beter enquêtes afnemen. Hè. Nee, is dat niet? Ja, het hangt ervan af. Hè. Je hebt ook zo van die mensen die daar heel goed in zijn. Hè, die, dat zo, die daar zo echt hun... Hè, zoals bepaalde journalisten kunnen dat wel goed. Maar wat ik heb, en dat vind ik wel leuker om podcasten of zo, dat is geen interview, dat is een gesprek. En ik heb ook altijd... Allee, bij ons zeggen wij altijd van... Ja, als je iets zegt dat je niet leuk vond, dan halen wij dat eruit. Dan heb je ook niet het gevoel, wat je vaak hebt als je zo'n officieel interview doet, van, shit, ze hebben me. Ja. Zo, ik heb een uitspraak gedaan en dat wordt weer de kop. Ja. Of daar gaan ze het weer allemaal aan ophangen. Ja. Terwijl, dat doen wij niet. Ja. Waardoor dat iedereen op zijn gemak is ook. Ja, dan kun je zeggen wat je wilt. En ook, je kunt... plek maken voor nuance. Ja. In een podcast. Ja, omdat het lang genoeg duurt. Hè. Ja, voilà. Want soms zeg je ook iets en dan denk je zo, terwijl dat je dat dan zeggen ze, nee, zo bedoel ik het eigenlijk niet. Maar dan kun je ook zo terugfietsen. Ja, terwijl als je dat op tv doet of zo en je zit in een talkshow waar je dan sowieso altijd maar 7 minuten soundbite hebt vooraleer dat het volgende onderwerp er moet aankomen. Ja, dan voel je al van, dat gaat hier helemaal de verkeerde kant op en je kunt dat niet meer rechttrekken. Nee, dat is waar. En dat vind ik altijd vervelend. Dus, zeg, Alex, eigenlijk wijk ik nu al een beetje af van mijn concept. Van u, oké. Dat is kei goed eigenlijk, zeg. Want, sorry. Normaal heb ik ook zo'n beetje een inleiding. En ik heb het voor u geschreven. Doe, gaan. Gaan. Ik zal doen alsof ik niks heb gezegd. Ja, voilà. Ra, wie is vandaag mijn gast? Ja, wie zou het zijn? Want het is dus mijn tweede seizoen van Frietkast. Alright, gefeliciteerd. Keigoed. Ja, dat is altijd goed. Toch een beetje fier. Alright. En we starten vandaag met een beetje een podcastlegende. Toch al een beetje een podcastlegende. Al 5 jaar maakt hij met Andries Bekkers de succesvolle podcast Welcome to the AA. Andries vergeleek hem jaren geleden met de metalband Hatebreed. Je kan hem goed vinden, je kan hem slecht vinden, maar je wil als band niet naar hem het podium op. Ik vond dat een fantastische quote. Dat heb ik nog ergens gewonnen. Maar dat is lang geleden. Ja. Ik heb die quote al heel lang niet meer gehoord, maar dat is waar. De Hatebreed van de comedy. En ik denk dat misschien toch vandaag nog een beetje alleen van toepassing is. Ook. Mm-hmm. Dus een man met het zelfvertrouwen van een curryworst XXL, de veelzijdigheid van een frietje speciaal en de scherpte van een goed gekruide saté, broeksriem los en deuren toe. Welkom, Alex Agnew. Ah, kijk eens aan. Dat rijmde nog op het einde oog. Dat is fantastisch. Man, hoe goed is dat? Ja merci. Dat klinkt, was een goede inleiding. Ik vond Tof. Dat mooi, maar ik moest wel Hatebreed googlen, want ik heb zo niet iets met metal. Nee, dat is jouw zo'n metal/hardcore band, maar die zijn heel agressief en die hadden vooral de reputatie destijds om live zo hard de keten te vernielen dat elke band die erachter moest komen, moest erachter komen. Hè? Dat was zo, daar geraken we niet meer over. Ja.
En dat is eigenlijk waarom dat hij dat altijd over mij zei. Dat hij zei, ja, als die op het podium is geweest, dan is de avond eigenlijk gedaan. Dus dat was wel, wel... Ik vond dat wel een leuk compliment destijds. Ik moest er wel mee lachen. Ik vind dat mooi. En ik heb ook gezien dat ze op Wikipedia van Hatebreed dat ze meer ex-bandleden hebben dan bandleden. Ja, sowieso. Er heeft al god weet wie allemaal ingezeten. Ja. Maar ik dacht, ja, misschien is het de sfeer die daar misschien niet echt... Ik weet het niet. Ik denk dat dat gewoon een band is die, ja, die bestaan al even, maar die toeren enorm veel. En ik denk ook niet dat dat voor iedereen is. Mm-hmm. Je hebt soms muzikanten die dan in een band terechtkomen en dan na 3 jaar non-stop meer dan 200 dagen niet thuis zijn, denk je, ik weet niet of ik hier nog zin in heb. Ja, dat denk ik. En dat zal ook niet de makkelijkste zijn voor mee samen te werken. De zanger is zowat de main man ook, die een Jamie Jasta. En dat is echt zo'n gast die, ja, die eist wel veel, denk ik, van zijn bandleden. Dus ik denk dat dat ook een gast is waar je misschien niet altijd mee wilt optrekken. Dat je na een tijd denkt, ik heb het wel gehad, of zo. Ja, ik weet het niet. Is dat bij jullie ook gestopt door dat toeren eigenlijk, die Diablo? Nee, Diablo is eigenlijk gestopt omdat wij... Dat we verschillende redenen. Zo. Wij waren allemaal wat ouder aan het worden. Iedereen had kinderen. Dat werd allemaal een beetje moeilijker. Plus, wij wouden ook zo'n buitenlands verhaal, maar dat was een heel moeilijk traject. Zoals dat voor heel veel Belgische bands is. Je hebt een aantal uitzonderingen, maar... Ja. De meeste, dat is echt toeren in busjes en niet betaald worden. Voorprogramma's spelen waar je ofwel amper iets voor verdient ofwel zelfs voor moet betalen. Echt? Ja, ja, tuurlijk. Allee, ja, er zijn echt zoveel dingen bij waar je van denkt. Ik snap altijd als een band na een aantal jaar zegt, goh, dat buitenlands verhaal. We zullen gewoon wel wat in België spelen en fuck it. Ah, echt, ja? Ja, en wij hadden toen... En je hebt uitzonderingen. Je hebt een paar bands nu gelijk... Zoals Brutus en zo, die doen het heel goed in het buitenland. Ja, of je hebt zo artiesten die zo nog één nog land erbij hebben, zo Frankrijk of zo, zoals Célasou. En als je dat hebt, dan kun je al veel langer groter blijven of zo. Maar als je dat niet echt hebt, als je zo bekend zit in België, maar overal anders waar je speelt, zit een voorprogramma of speelde voor 50 man, als je er 17 uur voor op een busje gezeten hebt. Ja, dat is leuk, maar dat is leuk voor een tijd. Ja. En na een tijdje, als je dan allemaal al wat ouder wordt en zo, dan begin je wel te voelen van, goh, wilde dat nu eigenlijk nog wel doen? Ja, zo. En ik weet dat wij toen dat wij gestopt zijn, zijn we eigenlijk gestopt. We hadden een keigoeie plaat gemaakt. Die had keigoeie recensies. We hadden goeie shows. We hadden een hele coole zomer. En we dachten gewoon, als we nu nog even de nabijheid verkopen en dan stoppen, dan stopte op een heel mooi punt ook. Mm-hmm. Want hetgeen dat ik zeker niet wou met Diablo, was dat ze een aantal jaar later dat iemand zou zeggen, ah, Diablo Boulevard staat op een of andere Pinse kermis, en dat dan iemand zou zeggen, oh, bestaan die nog? Ik wist eigenlijk niet. Dan dacht ik, nee, dan zit ik er liever een uitroepteken achter en zeg ik, voilà, dat was het. Ja, ik vind ook zo'n beetje altijd de tragiek van het voorprogramma dat het zaallicht vaak nog brandt. Ja, ja, en zeker als je hoe groter dat de bands worden, worden veropend. Ja, ik weet dat wij ooit getoerd hebben met een Amerikaanse metalband, Machine Head, en die hebben ooit geopend voor Metallica. En ik vroeg toen ook aan die gasten, hoe was dat eigenlijk? En die zei, ja, wij waren aan het spelen als de mensen nog aan het binnenkomen waren. Dus heel tof was dat eigenlijk niet. Ja. Je kunt dat gewoon op je cv zetten dat je dat hebt gedaan. Maar meestal levert u dat meer op als eyecatcher, hè, zo openen voor Metallica, dan dat u oplevert op gebied van goede optredens of een leuke avond. Je moet het dan ook nog doen, maar het is gewoon leuk op je Wikipedia. Ja, het is dat. Terwijl dat je er eigenlijk staat en denkt dat de zaal staat nog maar half vol en iedereen is nog aan het binnenkomen en zo, dat je voelt dan van dat is toch moeilijker of zo, als je dat moet doen. Niemand komt ook voor die band. Niemand komt voor u. Nee. Zeg, we zitten in de frietkast. Yes. En mijn openingsvraag, Alex, is altijd van als je naar de frituur gaat, wat bestel jij dan? Niet altijd hetzelfde. Je hebt zo mensen die zo'n vaste hebben, die altijd de vaste snack en de vaste saus. Ik varieer wel een beetje, maar wel altijd rond dezelfde dingen. Zo. Ik pak meestal een medium friet. Ik pak geen grote, want dat is denk ik te rabeu.
sausen erop zijn bij mij dikwijls ofwel stoofvleessaus. Ik ben ook een samurai saus fan. Omdat dat filmisch klinkt ook? Samurai klinkt goed, hè? Eentje meer samurai. Maar dat is ook zo'n goeie pittig saus. Ik hou wel van pikant, want mijn snacks zijn dat heel dikwijls ook. Ik hou van een Mexicano, een vuurvreter. Zo, dat zijn dingen die ik wel lekker vind. Of ik pak ook heel vaak een burger, omdat ik zo het gevoel heb dat ik dan zo... Ik heb het niet echt gedaan als er niet een Bicky burger bij zat. En dat is dan ook altijd een Bicky cheese. Want er moet ook wel die fake kaas bovenop, onder die fake hamburger. Want dat is ook zo van dat vlees waar ik echt altijd van denk, dat heeft niet even vlees gelegen. Hè. Wat de hel is dat? Maar toch gaat dan de frituur. Ah, ja, natuurlijk. Als je een goed stuk vlees wilt eten, dan ga je iets anders doen. Maar frituurvlees is ook wel uniek, hè, want dat is toch ook kei lekker. Maar je weet dat je crap aan het eten bent. Ja. Je weet dat. Heel je lijf zegt dat ook. De volgende dag... Word je altijd wakker en zeg je lijf, wat heb jij gedaan? Wat was dat? Allee, wat vind je er nu zelf van? Zo, dat is wat mijn maag en mijn darmen dan tegen mij zeggen. Alex, zit je er nou zelf blij mee met hetgeen dat je nu gedaan hebt? Zo dat, hè. Ja, ik snap het. Dus, maar ik ben... Ja, nee, ik hou wel... Ik moet zeggen, toen ik jong was... kon ik bij wijze van spreken elke dag frituur eten, maar dat kan ik nu wel niet. Nee. Zo, ik moet dat zo... Om de paar weken kan ik dat eens heel lekker vinden. Maar ik zou dat niet... Ja, dat zou niet bij mij zijn, zo zondag frietjesdag en dan altijd frieten zo. Nee, dat doet mij geen plezier niet meer mee. Allee, joh. Nee. Ah, ik had echt een ander beeld van je. Ja, dat kan ik mij voorstellen als je mij ziet. Dan denk je, je hebt al wel eens de friet gegeten. Maar nee, ik ben... Ik weet wat je... Jij bent ook iemand die veel op pad is. Ja. Dus dan denk ik van... Ja, s'avonds als je opgetreden hebt... Ja, net daarom eigenlijk. Omdat ik merkte dat mijn... op een bepaald moment werkt uw metabolisme niet meer mee. Ja. Zo, toen ik jong was, ik sportte ook heel veel. Ik deed karate 4 keer per week of zo. Dan kun je enorm veel brol eten. En ook als je jong bent, je verbrandt dat allemaal supersnel. Dus ik had daar nooit last van. Maar zo vanaf dat ik 30 werd, begon ik al te voelen... Ah, dat zijn zo wat kilo's die niet weggaan. En hoe ouder dat je wordt... Ja, ik ben nu 50. En ik moet eigenlijk weken sporten en op mijn eten letten... om een paar kilo af te vallen. En ik kan die er op 30 minuten volledig terug bij vreten. Maar echt, ik moet daar geen moeite voor doen. Dus dat is ook zo een ding waar ik toch een beetje op probeer te letten of zo. Dat ik niet te veel mijn eigen lot ga in. Want ik ben eigenlijk een junkfood fan. Zo, en ik ben ook een zoute en veel minder een zoete. Je hebt mensen die allemaal zo zoete dingen, maar bij mij is frituur, pita, kebab, zo Thais. Ja. Maar zo, en Thais is nog iets gezonder, maar mensen maken hun eigen dag graag wijs. Terwijl ik denk, ja, in die sauzen, er zit ook heel veel vet in. Allee, ja. Maar bij mij is het wel echt heel hard zo, als je zoiets met roemel erin... waar je van weet, dat is het ongezondste op de menu. Dat heb ik meestal gezien. Als ik zo op de kaart kijk... wat is dat? Zo'n hamburger waar ze ook kipnuggets opleggen. Dat klinkt heel raar, maar dat moet ik toch eens proberen. Zo, ik ben altijd die ene die zo wel wilt experimenteren met die gestoorde keuze. Zo, waar je van denkt, waarom doen we dat? Of wat is hier de reden voor? En dan wil ik dat toch altijd uitproberen. En zet je ook iemand die de frituur kiest op basis van de naam? Of kies je gewoon de frituur die... Nee, ik ben meer een man of convenience over het algemeen. Als ze zo wat in de buurt ligt. En ze zijn goed wel. Want je hebt er zo altijd... Ja. Ik denk dat iedereen wel ergens woont waar altijd een paar frituren in de buurt zijn. En je weet ook wel een beetje de welke dat de goeie zijn en welke niet. Maar er zijn er ook een paar speciale. Ene die al heel lang meegaat, want ik ben eigenlijk opgegroeid in Berchem, op de Fruithoflaan. En niet zo ver daar vandaan, op de Strijthoflaan, er een die heet Frituur Pulhof. Dat is een hele goeie. En die heeft zo wat dunnere frietjes. Voor een of andere reden doet hij zo net iets anders. En vroeger was dat een heel klein frituurje met een koppel die dat jarenlang hebben uitgebouwd. En dan hadden die een jonge gast die dat daar is beginnen werken. En die heeft dat eigenlijk overgenomen. En dan is hij om de overkant van de straat zo'n veel grotere versie ervan beginnen uitbouwen. Maar die hebben ook...
Een hamburger, dat is zo de pull-off burger, en dat is een andere dan al. Ja, maar die is een beetje, dat is een beetje de giant van de Kwik. Er zit de, ja, die is zo, dat ligt daar heel dichtbij. Dat sausje ook dan? Ja, dat trekt er allemaal wat op. En dat is wel grappig, omdat je dan denkt, oh ja, ik kan zo wat frituur gaan eten, maar ik kan ook zoiets giant-achtig erbij hebben. Dat is wel tof. Maar dat is wel een Kwik. Ja, ik weet het, schuin erop, maar dan denk ik, oh man, ga de guy van de frituur nog even langs de Kwik rijden met uw zak zeggen. Allee, dan wordt het een beetje te zielig. Maar dus ik vind dat wel een leuke burger of zo. Dus ik heb dan wel de neiging om die zo ook wel eens te pakken van tijd tot tijd. Oh, dat is wel tof. Dat vind ik wel tof, ja. En goede stoofvleessaus, dat doe ik niet overal. Dat hangt er ook altijd een beetje vanaf. Yeah. Zo, je hebt soms zo van die... Van die frituren waar je van voelt, ja, dat is gewoon zo'n soort mengsel dat die dan bij elkaar gieten en dat is het dan. Ik denk dat het uit een pot komt misschien. Maar, ja, maar je hebt er echt sommige waar je echt proeft, oh, die hebben dat met bier gemokt of die hebben dat... Mm. En dan, ja, dat is altijd goed, hè. Zodat je dat gevoel van nostalgie nu hebt. Ja, dat je, dat is ook zo... Kip curry is ook zoiets. Er zijn weinig plekken waar ze nog kip curry maken die echt smaakt naar hoe dat kip curry vroeger proefde. Dat was een beetje pikanter, dat was wat anders... Zo, nu is het allemaal zo wat fletser en wat flauwer, soms wat zoeter. Een beetje meer zoals de Nederlanders dat doen. Terwijl dat ik denk, man, waar is de goede kip curry naartoe? Zo, waarom doen zo weinig mensen dat nog? Dus, ik heb dat een paar jaar geleden met pickleships. Ik eet graag pickles. Ja. En in één keer, die smaak van Lay's, in één keer was dat anders. Ja, ja. En ik dacht, deze kan niet. Nee. Ik ga hier nooit aan wennen. Nee. En dan wennen daar toch weer aan. Ze. Ja, maar crocky vind ik dan beter. Crocky pickles, die hebben meer pickles erop. Ja, zo de pickle lily. Ja, ja. Die hebben dat zo. Dus ik ben meer op dat vlak ben ik meer een crocky man dan. Als ik dan pickles moet kiezen, vind ik die van Lay's een beetje te flats. Ja, ik snap het. Zit wat te weinig smaak in. Was dat bij jullie... Papa was een Engelsman. Mm-hmm. Was pickles, stond dat bij jullie ook op... Ja, en Branston pickle ook. Hè. Dat zijn die Engelse pickles, die zijn donkerbruin. Hè. En konden dat hier krijgen? Dat konden hier krijgen in bepaalde plekken. Je kunt dat nog altijd. Je hebt zo'n Engelse winkel, die heet Stone Manor. Dat is zo in de buurt van Brussel. En dat is eigenlijk echt een kasteel met een supermarkt in het square. Hoe raar, Stone Manor heet dat. En daar heb je zo van die dingen als pork pies en zo van die Engelse producten allemaal, Marmite. Maar dat vind je tegenwoordig, heb je wel zo veel supermarkten die zo die internationale afdeling hebben, waar dat dan ook zo wat van die dingen staan. Mm. Maar Branston pickle vinden niet overal. En vroeger, mijn vader, die had heel veel... Britse collega's, hè, dat was een ingenieur en die werkte dan ofwel in Frankrijk of in Nederland of Duitsland. Die werkte heel vaak in het buitenland. Maar die had altijd Britse collega's die zo tijdens het weekend over en weer gingen naar Engeland. En die brachten altijd stuff mee. Hij vroeg dat dan altijd van, hè, kunnen we pork pies meepakken en wat Branston pickle en wat andere dingen die dat wij dan altijd wel in huis hadden of zo. En deelde die dat ook graag? Die deelde dat graag, ja. Joey doesn't share food. Maar mijn vader was wel die kon ook goed koken. Hè. En die maakte ook zo van die Cornish pasties. Dat is zo pastei met vlees in en zo. Wat heel Brits is. Hè. Britse mensen hebben graag een kroet rond hun vlees of zo, voor een of andere reden. Hè. Dat was raar, beef Wellington en zo. Ja. En dat soort dingen. Zo en die pies. Maar ik vind dat heel lekker. Maar dat is natuurlijk omdat ik ermee ben opgegroeid. Ja. Want de Engelse keuken is best de zware keuken eigenlijk. Als je zo'n paaien en dan daar nog saus bij en dan daar nog zo aardappelpuree. Dat is allemaal zo... Dat is zo van dat wintereten. Zo. Ja. Maar ik lust dat wel heel graag. Ik ben ook altijd heel gevoelig om mensen die zeggen dat de Britse keuken op niks trekt. Dan denk ik altijd, jij weet niet waarover dat jij bezig bent. Ja, of je hebt ze misschien nog niet gegeten. Ja, dat is ook waar. Hè. Heel veel mensen hebben zo'n idee erover. Terwijl dat ik denk, ja, fish and chips, als je dat goed eet, is dat heel lekker. Hè. In een gazet. Ja, in een gazet en zo met azijn op de frieten ook en zout. Kei raar, hè. Je denkt, dat slaagt op niks. Maar als je dat eet, is dat eigenlijk lekker. Ja. Ging de bijvoorbeeld ook soms met hem naar Engeland om zo dan culinaire tripjes daar te doen? Of, culinaire was altijd een groot woord, maar wat wij wel... Chips is nu niet echt culinair. Maar. Niet bepaald, maar wij zijn wel heel veel naar Engeland geweest, ja. En mijn vader is eigenlijk van het noorden van Engeland en daar ben ik nog nooit geweest. Dus ik zou daar eigenlijk eens naartoe moeten, zo, naar de plek waar ik vandaan kom. Ik zou dat wel eens willen doen. Gewoon om te weten hoe dat er daaruit ziet en hoe dat was.
Maar wij zijn veel naar Londen en zo geweest. Ah, ja. Daar ben ik al heel veel geweest. Die meiden, ik kan letterlijk niet verloren lopen in Londen. Je kunt mij er neerzetten en ik vind mijn weg daar. Dat is zo'n stad die dat ik heel goed ken, ook te voet. Dus ik kan heel dat centrum, ik hoef de underground niet meer te pakken, want ik weet wat dat waar ligt ten opzichte van wat. Tenzij Camden of zo, dan moeten we de underground pakken, want dat is te ver. Ja, ja. Als je dat wandelt, zijn ze de 2 uur onderweg of zo. Maar het zijn zo bepaalde plekken die dat je kunt veel meer te voet bereiken in Londen dan dat je denkt. Omdat je altijd de neiging hebt om die een underground te pakken. Parijs eigenlijk. Ja, maar Parijs is, vind ik, dan eigenlijk nog veel uitgebreider dan Londen. Londen heeft dat centrum, dat valt eigenlijk mee. Het is vooral Greater London, hè, als de rond. Dat is enorm veel van die voorstadjes. Ja. Dus dat is wel Frans, maar ja, banlieues, suburbs. Dat is huge, hè, Londen. Want soms als je er dan uitrijdt, ik heb ooit eens zo, ben een gastje dat daar een appartement had in Kennington. Dat is ook zo, hè, een buurt rond Londen. Zo niet zo heel ver van ik weet al niet. Ja, het maakt niet uit, dat is niet belangrijk. Maar wij zijn ooit eens door Londen gereden voor zo naar Brighton te gaan, naar het strand. Dat is zo'n keien strand. Mm-hmm. We zijn er naartoe gereden en wij waren al een uur aan het rijden en wij zaten nog altijd in Londen. Dat je zo door hebt, ja, als je al een uur aan het rijden zit, dan zit je niet meer in Antwerpen. Zonder file. Ja, gewoon zo dat je denkt. En dan zaten wij zo in zo'n buurt. En die gast was dan altijd alles aan het vertellen aan ons. Van ja, hier, deze is vooral de Jamaicanen die dat hier wonen. Dat is zo'n Jamaican area. En je ziet ook allemaal gasten rondwandelen met dreadlocks en zo. Dat je ook zo denkt, wauw, dat is een totaal... Je gaat zo door 10 compleet andere buurten. Maar je zit wel nog altijd in Londen. Dus dat is wel een grote stad. Maar dat centrum zelf, dat ken ik wel. Zo dat heel... Alle commerciële plekken, zo Leicester Square en al die dingen. Ik kan daar recht naartoe wandelen. Ja. Maar dat is dan eigenlijk zot dat je nooit naar het noorden bent gegaan. Nee, ik zou dat eens moeten doen. Want eigenlijk. Heb je daar nog familie wonen? Jawel. Ja, ik heb zelfs nog familie in Schotland wonen, ook in Aberdeen en zo. Allee. Ook nog nooit geweest. Een neef van mij die woont daar. Eigenlijk de zoon van mijn vader zijn zus, van mijn tante. En dat is een... Ik weet niet waarom, maar ik ben ook niet zo'n hele... Hoe zeg je dat? Ik ben niet nostalgisch. Ik kijk niet heel hard achteruit, heel vaak. En ik ben ook niet iemand die zo heel familiegebonden is als ik er niks mee heb. Ik heb ook heel weinig met mijn Belgische familie. Is het waar? Zodat ze die wonen in Limburg en ik zag die ene keer om de paar jaar. Dat zijn heel lieve mensen. Ik kom er ook heel goed mee overeen. Maar die zitten niet in mijn leven. Zo, dus dan denk ik ook altijd, ja, je gaat die eens bezoeken om de paar jaar. Maar dat is niet zo. Je hebt zo mensen die zo'n hele dichte familie hebben en om de paar weken zo'n familiefeest waar die zo met 30 aan tafel zitten of zo. Maar dat is... Dat komt misschien ook omdat je vrienden kiezen gewoon meer. Hè? Ja, en dat is voor mijn dochter de familie. Hè? Die haar onkels en haar tantes zijn eigenlijk allemaal vrienden. Ja. Dus, maar die is daarmee opgegroeid. Hè? Dat is haar familie. Maar dat is, ja, ik vond dat ook... Dat zijn ook mensen waar je meer mee hebt, dus waarom... Die kiezen op basis van je eigen interesses. Voilà, een bloedband is ook maar dat, hè. Daar kun je niet veel aan doen. Je wordt gewoon geboren en klaarblijkelijk zijn wij familie van elkaar. Maar, in Engeland lijkt me dat wel interessant, omdat zo dan... Ja, het is toch ook een andere cultuur en zo. Ja, dat is een hele andere cultuur. Dat is ook wel het grappige. Die hebben ook een eilandmentaliteit. Hè. Dat zijn andere mensen, je merkt dat. Die zijn ook contrair met alles, hè. Zeker Engelsen. Zo die nog altijd de pond hebben, terwijl de Ierland bijvoorbeeld had ook de euro, maar de Britten die hebben zoiets, nee, wij geven onze munt niet af. Allee, dat Brexit-ding, veel mensen schrokken daarvan, maar ik heb daar nooit, dat deed mij nooit verbaasd dat die dat gedaan hebben. Zo. Ik denk altijd, die blijven wel in die eilandmentaliteit zitten. Wij willen niet afhankelijk zijn van en wij willen onze eigen koers varen. Ik denk dat nu wel een beetje tegenvalt, dat die zo voelen van dat toch ook voordelen zo bij de Europese Unie zitten. He, voor veel mensen in Engeland, er waren ook heel veel Remainers. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, degenen die weg wouden, die hebben met 1% gewonnen. Ja.
Dus dat is, ja, dat is heel verdelend nog altijd in Engeland als je daarover babbelt. Hè. Ja, is zijn, dat zo, er zijn mensen die echt zeggen, ach ja, hoe, hè, we varen onze eigen koers. En er zijn er anderen die zeggen, dat is echt de stomste fout dat wij ooit hebben gemaakt. Dus dat is wel, ja, dat is wel een land of zo. Hè. Omdat die ook natuurlijk, en dat had mijn vader ook, dat is een imperium geweest. Hè. We hebben geen idee wat dat is. Hè. Dat is als Vlaming... Ja, als Belg, hè, want je noemt je eigen dan al een Vlaming, je noemt je eigen ook al geen Belg, daar begint het al. Hoe noemde jij jezelf? Goh, ik weet het niet. Ik ben ja, vaak toch ook zeg ik Vlaming. Niet omdat ik zo'n Flamingant ben, maar omdat dat zo, ja, ik woon in Vlaanderen. Ik woon ook in België, maar België is bij mij meer een soort abstract begrip of zo. Ja. Ik vind België ook meer een situatie dan een land. Zo, ik denk altijd, ja, dat is zo, omwille van allerlei historische momenten zijn wij zo bijeengepropt als dit. Dat werkt ook voor geen meter, maar we blijven het wel volhouden. En ik vind dat wel tof of zo. Ik kan wel denken, ja, uiteindelijk doen we het wel of zo. Ja. Hè? En ik vind dat wel leuk dat wij uit meerdere talen bestaan. Dus dat je hier ook meer talen spreekt. En dat automatisch is dat wij Frans op school krijgen, dat wij... Duits op school krijgen. En dat is ook een officiële landstaal bij ons, Duits. Dus ik vind dat wel tof of zo, dat ik denk, ja... Ik moest altijd lachen mee als je zo op straat rijdt en je ziet zo een reclame in het Engels of in het... je hebt hier vaak van die Engelse reclames en dan zo ene die dat dan zo Nederlands van de voorpost er zo opspuit. En dan denk ik altijd... Meestal is dat op pitabaars of zo. Ja, maar dan denk ik ook, dan zie je er nog en dan denk ik, mannetjes... Wij zijn een van de weinige landen waar je in een andere taal kunt adverteren en wij verstaan dat allemaal. Ja, dat is zo. Ja, in Frankrijk doen ze dat niet. Daar vertalen ze alles naar het Frans. Daar dubben ze ook al hun films. In Duitsland doen ze dat ook. De landen waar ze het niet doen, zijn niet toevallig de landen waar iedereen veel beter Engels spreekt. Ja. In Spanje dubben ze alle films in Spaans. In Portugal zien ze allemaal originele versies. En als je in Portugal zit, iedereen spreekt daar Engels. Ja. In Nederland net hetzelfde. Scandinavië, waarom spreken die zo goed Engels? Niks wordt daar gedupt, hè. Dus dat is toch wel zoiets dat ik denk... Ik ben toch meer voor taalrijkdom dan taalarmoede. Zo. En te zeggen, nee, het moet allemaal in het Vlaams. Dat ik dan altijd denk, want wat gaat er u iets overkomen dat je iemand anders kunt verstaan of zo? Vind jij dat een vreselijk iets? Ik zou mijn leven ook niet kunnen leven mocht ik niet de echte stem bijvoorbeeld kennen van zo'n George Clooney of van James Bond. Wel, dat was een grap van een Britse comedian, Eddie Izzard. Die heeft zo'n paar imitaties dat hij doet. En die speelt ook in verschillende talen. En die is ook in Frankrijk gaan spelen, in het Frans. En dan deed hem, he did Sean Connery. And then he realized that no one ever heard Sean Connery's real voice. Want die klinkt niet zo in Frankrijk. Want dat is altijd dezelfde acteur, wel dat hij het doet. Ja. Dus iedereen heeft die associatie bij de stem van Sean Connery, maar niet die zijn echte stem. Dat is echt, allee. Dat is toch van de pot gerukt. Allee, ja, dat je dan denkt van, ja, maar... Ja, die heeft zo nog, James Mason en zo, van die Britse acteurs, die een hele opvallende stem hebben. Maar ja, dat hebben die niet in het Frans natuurlijk. Dus dat is zo weird. Ja. Je sluit dan ook zo voor jezelf ook al YouTube af en zo? Ja, ik denk dat dat nu misschien wel beter is of zo. Ik denk dat dat bij YouTube gooit alles zo internationaal dat ik ook wel denk dat heel veel mensen van over heel de wereld nu dingen zien. Ja. Ook in het Engels en zo. Dus dat zal het allemaal wel verbeteren. Maar je merkt wel, zo officiële kanalen, ja, die doen dat niet. Hè. Nee, dat is waar. Ja. Ik merk vaak in Frankrijk dat er wel een evolutie zit. Van mij denken mensen vaak dat ik Nederlands ben. Ja. Allee, Fransen, hè? Ja. Dat je blond bent. Ja, als je dan eens een Birkenstock draagt, ja, dan is het al prijs. Ah ja, tuurlijk. En, dan zeg je, dan, blond in Birkenstocks, dat is een Hollander, hè? Je moet ook nog een wc-rol vast hebben, want dan gaat het meestal zo en dan een camping naar het toilet. Ah ja, zo dat, nog beter. Ja. Nee, maar die... Dan, op de camping. Dat is heerlijk. Nee, ik ga niet naar de camping. Nee. Dan praten die wel nu altijd toch al in het Engels. Ah ja. Zo, ja. Als ze merken van, je bent buitenland, en dan zeg ik ook, no, I'm from Belgium. Ja. En dat deed een Fransman niet, nee, hè, vroeger. Nee, niet. Dat is helemaal veranderd. Dus je merkt wel dat zeker YouTube en sociale media, dat wel dingen verandert. Omdat je, ja, dat is echt, dat maakte echt iets voor de wereld. Ja, dat is waar. Omdat daar geen filter tussen zit. Hè. Er zit geen, dat is cutting out the middleman. Dat is wat een podcast eigenlijk ook is. Hè. Wow.
je maakt een podcast, je babbelt zo lang als dat je wilt, je smijt dat op YouTube en niemand heeft iets te zeggen. Hè? Nee, dat is waar. Er zit geen zender achter, er zitten geen adverteerders achter, niemand... Dat is wat Joe Rogan ook zo mooi zei. Die zei, ja, ik heb mensen die adverteren op mijn kanaal, hè, die mij daarvoor betalen. En houden daar dan rekening mee? En die, nee. Die zegt, ik zeg wat ik wil. En als die zeggen, wij vinden dat niet oké, okay, dan zeg ik, keigoed, houd uw geld maar. Ik pak wel iemand anders. Allee, he doesn't give a shit. Hè. Op welke manier adverteren ze dan bij hem? Ja, ik denk dat je... er is een verschil tussen zo'n audio alleen en tussen zo'n audio en video. Want op zijn video's doet hem dat niet. Ah, ja. Maar op zo'n audio zegt hij soms, ja, ik gebruik nu dat, want ik vind dat echt veel handiger dan een portefeuille. Dat is zo'n ding waar ik mijn kaarten kan insteken. Dat, pap, pap, pap. En als je dat wilt, ga dan op die site. Tik dan in slash Joe Rogan. En dan krijg je de korting. En, dus je neemt wel zo dingen dat je doet. Maar dat is... Maar ja, nu doet hij dat niet meer, omdat hij op Spotify zit. En die heeft op Spotify een deal gesloten van $100 miljoen. Dus dat je vijf jaar lang... Dan krijg je het er wel uit. Krijgt hij 20 miljoen. Per jaar. Dat zal wel. En dat is niet het enige dat je doet, ook niet. Hè? Want dat is ook nog eens een comedian die arena's uitverkoopt. Die werkt ook nog voor de UFC. Dus die gast, ja, die is stinkend rijk. Die moet niks meer. Dus dat is het coole om die kerel. Ja, die kunnen ze ook niet cancelen. Hè? Ze hebben zo'n poging gedaan om met COVID te doen. En die heeft er gewoon mee gelachen. Hè? En die net zo weet, ja... En dan? Ik zit niet bij een zender die mij eraf kan gooien. Ik heb... Mijn eigen kanaal, ik ben wie dat ik ben, dus... Is dat ook, Alex, bij jullie in de podcast altijd een beetje een voorwaarde geweest om zo onafhankelijk mogelijk te blijven? Ja, ik heb dat altijd willen doen, omdat ik... ik wil zo weinig als mogelijk schatplichtig zijn aan iemand anders. Omdat die toch altijd dingen gaan vragen waar je geen zin in hebt. En ik doe niet veel dingen graag tegen mijn goesting. Ik doe eigenlijk niks graag. Dat is dat Engels. Ja. Ik ben ook een beetje... Ja, ik ben ook, toch ook altijd heel hard gebrand op mijn onafhankelijkheid. Omdat ik dat ook als artiest altijd ben geweest. Ik ben een comedian. Ik heb mijn carrière opgebouwd in de theaters. Niet via de tv, niet via een tv-programma, niet ergens aanhangen. Dus ik kon ook altijd doen wat ik wou. Alles bij mij is een luxe probleem eigenlijk. Zolang dat ik ervoor blijf zorgen dat mijn comedy shows goed zijn en dat er mensen naar komen kijken, kan ik eigenlijk doen wat ik wil. Dan kies ik om iets te doen of niet. Want ik ben ook iemand die op 100 vragen zeg ik 99 keer nee. Maar ik voel mij vereerd. Ja, nee, maar deze is leuk. Hè. Deze is een podcast. Dat is wat komen tetteren over frieten en over andere dingen. Dat is kei tof, dat zie ik altijd zitten. Maar ik ben niet iemand die graag... ik weet het niet, panelshows doet of zo. Dat doe ik dan alleen maar als degene die dat programma heeft aan de maat is. Hè, zoals Lieve Scheire. Je dat dan tegen mij zei, Alex, ik ga een panelshow doen en je moet gewoon komen opdagen en zijn wie dat je zegt. Want dat is cool. Lieven is zelf een comedian, dus je weet ook hoe comedians in elkaar zitten. Hè? En die zegt dan van, jij moet gewoon hier komen en comedian zijn. Zo trek het u niet aan, zeg wat dat je wilt. En daarna ga je naar huis en dat is het. En dan denk ik, ja, dat kan ik. Ja. Zo, maar zo dat, ja, we gaan ons zot verkleden en we gaan iets doen. En we gaan dan, denk ik altijd, nee, dat is niks voor mij. En we moeten nog iets hebben voor op TikTok en nog iets. En zo tegenwoordig komt dat ook heel veel. Dat is zo, hè. En er is niks zieliger dan op TikTok zitten als je er niks mee hebt, hè. Ja. Zo, ik bedoel, er zijn TikTokkers en jonge mensen snappen ook hoe dat werkt. Want die zitten er ook heel de tijd op en die zijn altijd aan het zien, maar... En je zo'n politicus die niet eens op TikTok zie verschijnen. Petra de Sutter is wel de max, hè? Heb je die al gezien? Nee. Dan moet je echt eens kijken. Oké. Dat is echt... Dat maakt het gewoon kapot. Oké. Ja, maar... Die doet dansjes, maar dan denk ik... Ja, je moet dat niet doen. Nee. Je zei Petra de Sutter van Groen. En ook vooral dat sinds wanneer zijn wij beginnen geloven dat een politicus ook een beetje een BV moet zijn. Dat ik denk, ja, nee, jij moet een... Ja, ik wil dat jij zo wat... Hoe zeg je dat? Statesman-like qualities hebt. He, zo. Dingen heeft dat ooit gezegd. Ik ben ooit eens gaan kijken naar zo'n Joodse schrijver, een Israëli, je weet hem, Yuval Noah Harari. Die heeft zo'n paar heel bekende boeken geschreven, zoals Sapiens en Homo Deus en zo. En die kwam eens spreken in de Lotto Arena. En wij waren uitgenodigd, ik en de Andries.
Dus we zijn dan gewoon kijken. En ik weet nog dat hij zo één ding zei waar ik keihard mee moest lachen. Die zegt, I don't want my politicians to be relatable. He, zo van, ja, dat is precies ene van, ik wil dat, dat ik het gevoel heb dat hij een land kan runnen en ik niet. Dus ja, he, dat hij iets kan dat ik niet kan. Dat hij inzichten heeft die dat ik niet heb. Maar in België is dat moeilijk, hè? Ja, en, maar vroeger, zelfs vroeger, he, en dat is niet van vroeger, was alles beter, want ik ben ook niet zo iemand. Maar als je zo vroeger, ik zeg nu maar, he, als je iemand als Martens of zo, als je die zo... Ik kan mij nooit voorstellen dat die een dansje op TikTok had gedaan. De hanen is zo nog dat. Let that beast go. Ja. Die had nog zo'n paar momenten dat je denkt. En dat was dan ook toen werd er al over gesproken. Ja. Van alleen een politicus, waarom doet je dat nu? Bestuur. Hoe is dat nou mogelijk? Hè? Zo dat, dat was altijd een beetje lullig. Als je een politicus ineens moest zien als een mens. Ja. Ik vond het altijd zo. Nee, jullie runnen het land. Dus jullie zijn ook een ander soort mens of zo. Ik verwacht... objectief staatsmanschap. Hè. En dan krijg je zo ineens... Hè, zo Margaret Thatcher, had u ooit ingebeeld dat die zo had gezegd, ik ga nu een dansje doen op TikTok? Nee, ik zou wel... Die moest de werkende klasse kapot maken, dat is wat die moest doen. Hè. Dus ja, maar ik bedoel... dat was gewoon een totaal andere... Dat waren totaal andere personen. Ja, maar ik heb zelf een documentaire gemaakt van Bart de Wever. Ja. En... ik vond dat, ik wou dat echt maken, omdat ik wel heel graag in die gedachtegang wil gaan. Als je nu zegt zo Margaret Thatcher bijvoorbeeld, dan zou ik dat ook direct willen doen. Omdat tuurlijk. Je hebt zo'n paar mensen die je zo tegenkomt in je leven dat je leidt. Ja, ja, ja. Dat je denkt van, amai, Martens bijvoorbeeld ook, de hanen, dat zijn zo van die figuren. Ja. Dat komt er zo om de zoveel tijd tegen. Ja. En ik wou dat echt keigraag ook documenteren. Ja, en de Wever is eigenlijk ook, als je zo mensen hoort roepen, het is Duitsland in de jaren 30 en zo, al dat dingen. Toen net die won in Antwerpen. Hè, en iedereen, het zijn de nazi's. En ik voel helemaal terug. En dan denk ik, je hebt geen idee waarover dat jij bezig bent. Want dat is geen nazi, die is gewoon conservatief. Mm-hmm. En dat is Reagan en Thatcher van de jaren 80. Dat is wat dat is. Dat is neoliberalisme. Dat is letterlijk zeggen... werkt maar wat harder, stop maar wat mee zagen. Hè. Enzovoort. Hè, poverty is a choice. Hè. Zo dat soort dingen waar je het mee eens kunt zijn of niet. Ja. Maar dat is iets anders dan al dat... Ik dacht altijd van, wat komen jullie de nazi's er weer bij sleuren? Zo. Het is niet dat die mensen in kampen aan het opsluiten is en dat die door de straten marcheert en mensen met een stok op hun kop slaagt. Nee, dat is gewoon dat oerconservatief. Hè. Doe maar gewoon. Zo, wat niet bij mij nooit mijn favoriete mensen zijn, want ik ben altijd iemand die het leuk vindt en niet iedereen morgen gewoon doet. Ja. Dat maakt de wereld een beetje interessanter of zo. Ja, dat is waar, maar ik vind dat wel leuk om zo in mensen hun hoofd te kijken en te kijken van, hoe denken die dan? Waarom nemen die beslissing en waarom zijn die zo? En die zeggen ook heel veel dingen waar je het wel mee eens bent. Dat is nog het angstaanjagende eraan, hè? Want we zijn ook allemaal niet zo vrijdenkend als dat we denken dat we zijn. Hè? Thatcher bijvoorbeeld. Ik heb mijn eigen jarenlang afgevraagd waarom dat vooral de grote feministen dat geen boegbeeld is. Dat ik denk, is dat omdat die er een politiek dat je dat niet zo leuk vond. Maar als je kijkt naar wie dat was, een vrouw in een extreme mannenwereld die er de boel volledig runde. Hè. Niet alleen dat is de langst regerende premier in de geschiedenis van Engeland. Had die ook een gezin? Die had een man en die had kinderen ook. En die mannen, Dennis Thatcher, hè, zij noemde die altijd DT. Hè. Ja, en ik vond het ook heel funny hoe dat hij zo... Er was een tijd dat hij... Want die had een vrij opvallende spreekstem ook. Hè. The pearls are non-negotiable. Hè, dat was zo heel... Maar dat was naar het schijnt dat hij met een stemcoach gewerkt. Omdat hij vroeger sprak die iets hoger. Maar als die hoger sprak, merkte die dat mannen zo... gewoon een krijsend... He, die zei, er heeft er ooit zelfs een tegen haar gezegd, methinks the lady screeches too much. En dan heeft hij zo dat register naar beneden gebracht. Allee, en is hij echt zo beginnen praten. En ook heel traag in elk woord uit, zodat iedereen moest hangen aan wat dat hij zei. He. Die dwong mensen om te luisteren door haar manier van praten. En ik weet dat ze toen ooit naar het schijnt hebben gezegd, dat was dan zo'n soort...
imagovorming, dat ze dat met jou aan het doen waren, dat zij wou, ze deed aan haar stem en zo. En dan zei ze, ja, je moet misschien ook die parelketting doen, want dat is toch ook een beetje te vrouwelijk. En dan zei zij, the pearls are non-negotiable. Zo, die had zo van die fantastische uitspraken, hè? Ook zo de een van de bekendste... Was tijdens de Falklands, dat ze zei van ja, misschien moeten we terugdraaien. En dan zei die, the lady is not for turning. Zo, die had allemaal zo van die onwaarschijnlijke one-liners waar ze van denkt, ja. En ik zal niet zeggen dat ik haar politiek echt bewonder of zo. Die heeft ook veel dingen gedaan waar... Mm-hmm. Engeland, en net hetzelfde als Reagan in Amerika, is ook voor enorm veel verantwoordelijk geweest. Maar dat was wel een figuur. Allee, ja, je kon er niet naast kijken. Dat was wel iemand waar je van zegt, ja, die heeft wel een stempel op de geschiedenis gezet of zo. Ja, ik vind altijd leuk, zowel in politiek als in andere zaken. Ja, jij hebt dat ook, hè, zo dat je zo'n soort van unieke authenticiteit hebt. Ja. Dat heel dicht bij jezelf ligt en dat je dat ook kunt blijven doen. Ja, dat was ook iemand die... Ja, je hebt dat nog, hè. Je hebt zo van die... Maar Obama is dat ook, hè, op een totaal andere manier. Maar Obama is een persoonlijkheidscultus. Hè. Trump is dat ook. Ja. Of dat je nu pro of contra bent. Trump is ook zo'n figuur waar ik van denk... Ja, de geschiedenisgod die je niet vergeten. Dat is wel een kerel... Zo, ik heb Trump nog meegemaakt. Dat is wel... Dat is ook een voor en een na. Hè. Dat was hetzelfde. Ik vind dat hij veel gemeen heeft met Ronald Reagan. In de zin van, Reagan was een joke, hè. Toen die president werd, iedereen, dat is een acteur, dat is een cowboy. En hij zit in het Witte Huis, belachelijk. Maar dat is een heel belangrijke president geweest. Hè. Die heeft echt dingen doorgevoerd waar Amerika nu nog altijd mee zit. Hè. Dat zijn echt de... Hij en Thatcher zijn de godfathers van dat neoliberalistisch systeem waar elke linkse mens nu over zit te zagen. Hè. Dat zijn de height of consumerism. Hè. Dat zijn degenen die zeiden, werken, spenderen, shoppen, niet zagen, geen uitkeringen, want dan zit een loser. Say no to drugs, zo, war on drugs, war on terror. Dat is allemaal begonnen bij Reagan. Hè. Dat is allemaal die... Make America great again, mm-hmm. is letterlijk een uitspraak van de campagne van Reagan destijds. Je hoort het hem letterlijk zeggen. Dus, en nu, Trump doet dat dan terug, maar die heeft dan weer zo nog een nieuw ding erbovenop gedaan, namelijk die heeft zo de François Mitterrand et alors tot de tiende macht gedaan. He, zo, dat is echt zo. Ja, zoet, president he? Gaat daar en dat gedaan. Nou, dat kun je wel zeggen, hè. Maar dat is niet. Dat is niet waar. Maar we hebben de video. Ja, wasn't me. Dat is echt zot, hè? En je stotter en je denkt, hoe, maar... Hè? Dat is ook zo, elk presidentieel debat was ook ineens nog de klote vanaf het moment dat hij erin zat. Want die politici waren allemaal tegen elkaar bezig. Ja, zijn taxes en dit en zus en zo. En dan kwam het op Trump en Trump zegt dan, Hillary Clinton is a fat pig. En dan denkt hij... Wat? Zo, oh, we can do this now. Zo, hè? Zo die heeft echt letterlijk de deur opengebroken naar totaal van de pot gerukte nonsens erin te gooien. En iedereen had zoiets, jongen, wat zegt hij nou? En een van de beste dingen dat hij nooit gedaan heeft, was dat moment dat zij tegen hem zegt van... he doesn't pay his taxes, hè? Zei Hillary Clinton. En dan zegt hij... That's because I'm smart, zegt hij. Want er zijn regels waardoor dat je dat kunt omzeilen. Die zijn de mensen die uw campagne betalen, doen dat ook allemaal. Dus dat is een kerel die letterlijk zegt, yes, I cheat on my taxes, and so do you. En je zit er en je denkt, dat is niet de bedoeling dat je dat systeem open en bloot op tafel legt. Dat doe je normaal achter gesloten deuren. Dat houden voor je eigen, maar dat doet hij niet. Dat vinden mensen dan en toch, mensen vinden dat fantastisch, want die denken... Het gaat tegen het systeem. Die is eerlijk en die vecht ervoor. Ja. Die is helemaal niet eerlijk. Dat is ook een leugenaar. Maar die heeft dat gewoon ingepakt op een manier dat mensen... Hè, een rijke visapapa die de wereld heeft overtuigd, of toch de helft van Amerika, dat hem een van de werkende klassen is. Ja. En allemaal begonnen bij Home Alone. Omdat hij de slimme gast is die door had welk segment van de bevolking dat zowel de Democraten als de Republikeinen niet aanspraken, namelijk arme, witte mensen. Mm-hmm. En die heeft daartegen gezegd, hey,
ik ga dat hier terug doen. Hè? Die komt ook af met, we're gonna bring back coal. Dan denk ik, coal? Really? Gaan we dat terug doen? Coalmijnen open doen? Ah ja, dan 3/4 van die Midwestern stadjes, ja. die waar de mijn dicht is en waar iedereen in armoede leeft en hangt on prescription drugs zoals Oxycontin en fentanyl en waar je echt een opiumcrisis zit. Waar je criminaliteit overal hebt, jeugd, prostitutie, noemt dat allemaal maar op. Ja, tegen die mensen zegt hij, nee, ik kon de mijn terug open doen en het gaat terug goed komen met jullie, want Amerika komt... En die hebben allemaal zoiets... Ja, die worden door iedereen genegeerd. Hè. De democraten hebben het alleen maar over inclusiviteit en je moet bezig zijn met alle genders en met alle rassen. En aan de andere kant staan de republikeinen die zeggen, de ondernemer, hè, de man met de company, die de wereld wat groot, die steunen we. Maar die arme witte man, fuck you, hè, man, nu hebben we niet nodig. En die hadden niemand. Dat is waar. En hij heeft die aangesproken. En ja, daarom heeft hij zo'n enorme... Hoe zeg je dat? Aanhang in de heartland van Amerika. Denk je heel dat veel... nu nog zo opkomen, denk je? Ik weet het niet. Ik vraag me af... Met wie moeten ze het doen? Ron DeSantis? Ik weet het niet. Hey, dat is... Joe Biden, dat is ook wel... Allee. Biden is een beetje zielig. Hè? Allee, daar zit er nog te kijken en je denkt, dat was echt... Ik hoop dat hem niet valt. Elke keer heb ik dat als dat was echt de pleister op de open wonden. Zo van, ja, we willen vooral Trump niet. Dat was het eigenlijk. Ik bedoel, ik denk dat ze een lijk hadden kunnen opvoeren en dat ze die ook verkozen hadden toen. Dat ze die zo wat binnenrollen en zo je mond laten bewegen met een hand eronder. Zo. Ik denk, wat Biden eigenlijk basically is, hè. Mm-hmm. Ja, want er komt echt geen zinnig woord niet meer uit. Nee, maar ook bij Trump, ja, je kunt dan... Oké, de onzin die uit zijn mond komt, mm-hmm. kun je voor of tegen zijn, maar je hebt het wel gehoord. En bij Joe Biden... heb je altijd het gevoel van, die mens heeft iets gezegd. Oei, ik was na de tweede zin was ik al niet meer aan het Terwijl Trump, je hebt dat dan gehoord en je denkt, amai, dat was vreselijk. Dat zou ik nooit niet zeggen. Maar dat is wel een kerel, ja. Dat is ook letterlijk, hoe zeg je dat? Twitter had ook ineens een paar miljoen minder volgers als die er niet meer op zat. Allee, die heeft letterlijk voor een crash gezorgd. Zot, hè, eigenlijk. Hè? Door er niet te zitten. Dus je moet ook al niet vragen. Allee, ja... Ja, dat is een fenomeen. Hè. Je kunt dat bezien gelijk dat je wilt, maar dat is echt een gast waar ik ook van denk. Toen dat hij zei dat hij ging runnen voor president, moest ik ook lachen. Hè. Dacht ik ook, die gast, come on. Ja. No way. Hè, en er is zelfs denk dat een Australische comedian die heel veel in Amerika zit, Jim Jefferies, die had zelfs zo'n grap. Dat was voordat hij verkozen werd, dat hij zei tegen... Die stond in Amerika op te treden. Hè, en hij zegt, denk de golle niet ook zo van... Come on, we proberen dat eens. Hè? Trump, we gaan eens zien waar dat naartoe gaat. So dat was toen een joke, hè? Omdat mensen dachten, ha, tuurlijk, dat gaat nooit gebeuren. En dan gebeurt dat. Ja. En dan denk je zo, holy shit. Zo. En dat is wel, dat heeft Amerika wel veranderd. Hey, je merkt wel heel hard dat er die polarisering is nooit groter geweest in dat land dan dat dat nu is. Blijkbaar ook. Allee, dat is een nutteloos weetje. En Alex, jij weet de serieuze dingen. Hè? Maar in de Trump Tower kun je blijkbaar ook niet meer naar het toilet gaan, want de mensen pikten daar de wc-rolletjes. Oh, dat is wel funny. Ik zal dat ook meepakken, denk ik. Ja, dan heb je toch uw wc-rol voor midden op de camping te wandelen. Hè? Dat valt keigoed mee. Toch een Hollander. Ja, dus, zo van die dingen zo, dat je denkt, allee, hoe kan dat toch? Blond Birkenstocks en een wc-rol van Trump Tower. Maar Birkenstocks zijn wel weer in door Barbie. Hè? Keihard. Heb je de Barbie-film al gezien? Nog niet. Ik moet hem nog altijd zien. Ik dacht van, ja, het was zo met mijn nichtjes dat ik geweest ben en mijn dochter. En ik dacht, oké, ja, dat gaat hier niks voor mij zijn, maar ik vond het eigenlijk wel tof. Ja, ik heb veel mensen die het gezien hebben, die dat keigoed vonden. Je hebt ook mensen die er hun eigen heel druk in maken. Het hangt er zo wat vanaf hoe dat je hem bekijkt. Maar ik denk altijd, ja, goh, uiteindelijk is het een film. Dus neem dat niet te serieus. Ten eerste. En ten tweede, het gaat ook over Barbie. Hè. Maar ten tweede, wat ik wel vind, sowieso, ongeacht wat ik van de film ga vinden, want daar kan ik dus nog niks over zeggen, want ik heb hem nog niet gezien. Nou, ik weet wel waarover dat hem gaat, maar... Ik heb er ook al heel veel meningen over gehoord, maar ik ga die niet nakakelen, omdat ik hem nog niet gezien heb. Ik willen horen. Ja, dat is een goede zaak ook. Soms moet je dat ook niet te veel doen, want dan voel je toch heel hard dat je op voorhand al beïnvloed bent, of dat je dat wilt of niet.
Ik lees ook nooit recensies. Nee, maar die doen er ook niet toe. Nee. Oh ja, dat is niet belangrijk. Ik heb de laatste recensies van mijn laatste 2 of 3 shows zelfs nooit meer gelezen. Ik doe dat niet. Echt? Nee, omdat ik heb er niks aan. Als ze u ophemelen voor iets, dan denkt u, ah ja, tuurlijk. Hè, want daar zit het altijd mee eens als ze u ophemelen. Maar soms lees je dat en heb je dan de neiging om u te laten leiden door de dingen die ze zo fantastisch aan u vinden. En ga je dat meer doen? Of als er iemand iets negatiefs zegt, ja, dan worden er heel... Mm-hmm. Dan haalt u dat onderuit en dan begint dan uw eigen te twijfelen en al dat soort stuff. Terwijl ik denk, ja, toen ik bijvoorbeeld mijn laatste première deed, veel vrienden zeiden, nou ja, je had keigoede recensies, hebben ze niet gelezen. Ik zeg, nee. Waarom? Ik zeg, ja, ik weet dat dat goed was. Ik was daar. Ik stond in de zaal en die zaal ging uit zijn dak. En op het einde staan de ovatie en iedereen wordt zot. Dan heb ik niet iemand die tegen mij moet komen uitleggen dat dat goed was. Dan denk ik, nee, ik weet dat dat goed is. Zijn we dan toch niet zo benieuwd wat ze schrijven? Tuurlijk, uw ego is altijd een beetje benieuwd, maar dan vecht ik wel eens tegen mijn ego. Ja. Dan zeg ik, nee, doe dat niet. Want er gaat toch weer ene zin in staan waar je je druk in maakt. Ja. Waar je altijd weer denkt, debiel, je hebt het niet door, of dat. En er gaat ook altijd zo ene zin in staan waar je zo vergeleken wordt met iets, waar ze je zo mee ophemelen, dat je denkt, joh, maar dat is misschien ook een beetje te veel eer, of dat is dan weer wat te onnozel of zo. Dus ik denk dan altijd, als je een gezonder zelfbeeld wilt hebben, dan moet het niet te hard laten afhangen van wat iedereen anders ervan vindt, maar hoe dat je het zelf ervaart. Vind je zelf dat je zo... Ja, jij bent nu al even bezig, toch? Hè? Mm-hmm. Dat je altijd dicht bij jezelf zelf zou kunnen blijven? Ook? Ja. Maar dat is ook, ik heb niet veel keus. Allee, ik ben niet zo goed in van die mega verhalen verzinnen. Zo. Dus ik moet het eigenlijk meemaken of ik moet ergens over doordenken en daar een mening over hebben. Dat is een beetje mijn comedy. Mm-hmm. Dat is ook heel vaak, dat is altijd autobiografisch. Er zitten altijd momenten, elke show is een soort snapshot van wat mijn leven op dat moment is. Mm-hmm. Ik heb een hond. Wat doet die een hond? Wat heb ik daarmee meegemaakt? Dat is altijd zo, dat soort dingen. Ja. En dat maakt het wel leuk of zo. Dat je voelt van, ik kan ook al mijn shows zien waar dat ik stond. In uw leven. In mijn leven, maar ook in hoe dat ik naar dingen keek. Mm-hmm. Zo, en sommige dingen zou ik nooit meer zeggen nu, omdat ik mij anders voel dan toen. Maar dat is ook cool. Want dan wat is zo'n voorbeeld? Ik weet het niet. Gewoon, ik was groffer over andere artiesten, bijvoorbeeld. Als ik jonger was, had ik veel meer meningen over alles wat nog maar in de popcultuur zat. Moest er bij mij wel wat aan of zo. Omdat ik er zo wat tegenover stond. Hè. Ik was zo het alternatief, zullen we maar zeggen. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je door het... Dat die lijn heel dun is. Hè. Zeker als je een podcast hebt en je babbelt tegen keiveel mensen, ja, dan is het door van... Jij maakt misschien iets helemaal anders dan mij, maar wij hebben veel meer gelijkenissen dan dat wij verschillen hebben. Ja, dat is zo. Dus sommige mensen zeggen dan, hij is softer geworden, mee ouder te worden. En dat is ook een beetje zo. Maar dan denk ik ook, ja... Ik noem dat een evolutie. Hè. Het is toch de bedoeling dat je niet dezelfde persoon bent op je 50 dan dat je waart op je 30. Ja. Het zou toch een beetje zielig zijn als je zo echt niks hebt opgestoken uit heel die periode. Dat zo. Is wel waar. Dus ja, dat is een verschil natuurlijk. Heeft je podcast ook je zegt al, je kijk misschien wel op mensen veranderd? Ja, zeker. En ook je leven veranderd? Ook veel breder gemaakt. Hè. Je bent veel meer beginnen praten met mensen die over bepaalde dingen veel meer weten dan jij. Ja. Dus dat heeft mij ook leren luisteren naar mensen. Ik ben meestal degene die altijd aan het woord is in een interview. Maar nu was dat andersom. Ja. Nu moest ik mensen gewoon interviewen. Ja. En het zotste daaraan was dat in de begin, de vroege podcast, merkte dat ik veel meer praat dan in de latere. Zo, hoe langer ik dat doe, hoe minder dat ik babbel, hoe meer dat die andere mensen babbelen. En eigenlijk hoe meer dat een Andries ook is beginnen babbelen. Mm-hmm. Die is veel meer beginnen praten dan ervoor. En ik ja, veel, was hij de stille kracht. Ja, en ik veel minder eigenlijk. Ja. Ik ben degene die meer en meer denkt, ja... Jij moet dat verhaal vertellen. Ik moet gewoon de aanzet geven en dan zeggen, there you go, want het is uw verhaal. Ja. Het is niet omdat ik dat gelezen heb, dat ik uw verhaal aan u moet gaan vertellen. Nee, jij bent degene die dat moet doen, want het is uw verhaal. Ja. En de reden waarom ik die lange intro's bijvoorbeeld ben beginnen doen, is omdat ik zelf ook
een enorme hekel had om in een talkshow te zitten en dat hij u uw eigen cv laten aframmelen. Ah ja. Want dat klinkt altijd vreselijk, hè? Ja, ja, je hebt een sportpaleis gedaan, hè? Was dat uitverkocht? Zodat, ja, ik heb daar 12 keer gestaan en dat was dat. En dan zit jij zo die lul die je zo moet gaan stoeven met je eigen carrière. Terwijl ik denk, ga de redactie, hè, loser. Hè, zo, en ik heb er geen, hè, ik zoek dat gewoon zelf op. Zo, en je kunt dat gewoon zeggen over iemand. Mm-hmm. Zo, ik vind dat leuk om te zetten wat die persoon allemaal gedaan heeft. Dan weten van, dat zijn nu verwezenlijkingen. En nu gaan we babbelen. Nu moet jij niet zelf zeggen, ja, ik heb ook nog dat gedaan. Of zo. Ja, dat is waar. Ja, jij zit in een bandje, hè. Heeft dat wat succes? Dat ik denk, wij hebben platen uit op major labels en wij zijn internationaal getekend door het grootste metal label op de planeet. Zouden jij eigenlijk moeten weten? Mm-hmm. Moeten jij niet mij laten zeggen? Is dat een verwijt naar mij? Totaal niet. Maar dat bedoel ik. Dat is de reden waarom dat ik dat gedaan heb. Omdat ik heel hard het gevoel had van, ik heb dat wat te veel moeten doen. Ja. Dat mensen zo een vraag stellen aan u, alsof dat jij moet uitleggen dat jij iets voorstelt. Ja, ik vind het ook wel belangrijk, ook voor je luisteraar zelf ook, dat je niet iedereen kent iedereen. Nee. Die mensen die luisteren gaan misschien... Ja, u gaan ze wel, waarschijnlijk wel kennen, want podcasters... En dan zijn er nog, hè, die dat u niet kennen. Maar bij uw intro vond ik het ook weer zo... Ja, jij bent al serieus in wat podcasts aanwezig geweest. Mm-hmm. En dan wou ik toch weer iets anders doen. Meestal zeg ik ook wel zo'n beetje een voorstelling van wie mensen zijn. Ja. Maar bij u, ja, iedereen weet dat gewoon. Ja. Denk ik dan ook wel. Ja, oké. En dat is waar, maar dat is ook soms niet waar. Hè. Dat is ook heel funny, maar er zijn ook echt mensen die echt niet weten wie dat ik ben. En dat is wel grappig soms, hè, omdat ik dan merk dat mijn eigen ego dan denkt onder welke stenen heb jij geleefd in de laatste 23 jaar. Maar tegelijkertijd is dat ook ontnuchterend, hè, dat ook iemand kan zeggen... Ja, ik ken u niet. Zo, en dan denk ik, ja, dat is waar, hè. Dat is toch ook niet uw fout. Kun jij ook niet ontdoen. Allee, ja, er zijn zoveel mensen die dat ik niet ken. Ja, dat is waar. En mensen die zeggen, wij zijn met onze dochter nog Camille geweest. En dan moest ik gewoon opzoeken wie dat was. Ken dat ik zei, nee, ik kende die niet. Allee, en dan denk ik zo, ja, terwijl, hè. Allee, jong, inderdaad. Zo van, die is al 37 keer in het cursaal. Allee, dat is iemand die dat zalen dat verkoopt aan de lopende band. Iedereen kent die. Maar soms denk ik ook een beetje wereldvreemd op bepaalde vlakken. En ik snap dat ook van andere mensen dat die dat ook kunnen zijn. Ja. Als dat een hoek is waar jij niet naar kijkt, ja, dan kun je mij volledig negeren, hè, als je dat wilt. Ja. Als je zegt, ik heb niks met comedy en ik luister niet naar podcasts. Ja. Of ik luister niet naar dat soort podcasts. Hè. Ik ben een grote fan van de dames van de Volksjury en ik luister naar podcasts van de Standaard en de VRT. En doet je dat ook? Ja. Ja. Hè? Ja, ik doe dat ook. Maar dat hangt er maar vanaf waar dat jij naar kijkt. Hè. Dus dan denk ik ook, ja, soms moet je gewoon... Heeft uw ego dat ook eens nodig, dat iemand zegt... Nee, ik heb nog nooit van u gehoord. Wat is voor u een goede podcast? Je bedoelt uit persoonlijke ervaring of wat ik graag hoor? Wat je zelf leuk vindt, ja. Wat ik zelf leuk vind, ja, ik luister heel veel naar Joe Rogan. Die vind ik leuk, omdat die ook... die heeft heel grote internationale gasten natuurlijk. Maar is ook een comedian, dus die heeft heel veel comedians ook. Wat ik wel heel tof vind. Wie vind ik nog leuk? Ik vind Bill Burr leuk. Dat is ook een comedian zelf. Maar die heeft dan zo van die... De Monday Morning podcast. Die zet je gewoon zelf met een micro alleen zitten lullen over wat dat hem heeft gedaan. Of waar dat hem zijn eigen druk in heeft gemokt. Zodat. Wat ook heel funny is. Want dan denkt hij... Ah ja, oké. Dat kan ook. He, zo kun je dat ook doen. Je kunt echt geen kloten doen. Je mag gewoon zitten en zeggen, ja, heb ik vandaag gedaan. Ah man, ik was op de bus en er zat een gast. En die doet zo'n uitleg en je denkt, oké. Vind ik ook wel tof. Mark Maron. What the fuck heet die? Vooral buitenlandse dan. Veel, ja. Ik luister eigenlijk zelden tot nooit naar podcasts van hier. Niet omdat die niet goed zijn, want ik heb er al wel een aantal moeten beluisteren als ik die mensen ging interviewen. En dat is ook keigoed natuurlijk, maar dat is zo... Ja, ik ben bijvoorbeeld niet iemand... Ik ben geen... Ik luister weinig en dat zou ik misschien meer moeten doen, want die zijn wel heel interessant naar zo van die verhalende podcasts of reportages meer. Hè, ja. Die dat zo meer een soort hoorspel is.
dat is maar, een ander genre. Maar ik ben dan ook iemand die dat... Ja, ik ben dan zo weer zo'n gast. Ik merk dat dat toch altijd in mij zit. Dat ik dan denk, misschien een podcast, hè, mannetjes. Dat is een radioreportage, hè. Golle plakt er het woord podcast op, want dat is hip. Hè. Je wilt na een graantje meepikken van hetgeen dat daar aan het gebeuren is. But you're not doing it, hè. Zo, podcasten is... Voor mij is hetzelfde als dat comedy is in de... Theater of podiumkunsten, zal ik dat maar zeggen, dat is de punker. Mm-hmm. Dat is de doe-het-zelver, degene die zegt... Die regels hè, die dat jullie allemaal hanteren, fuck dat. Ja. Die een tijd, dat tijdslimietje, dat het moet daarover gaan, het moet een thema, fuck dat. Zo, dat duurt zo lang als dat duurt. We babbelen met wie dat we willen en we zeggen wat dat we willen. En als het u niet aanstaat, dan zijn er nog duizenden andere podcasts waar jij naar kunt luisteren. Ja, dat is het fijne eraan. Je kunt het ook gewoon afzetten. Hè? Tuurlijk. Er is niemand die een pistool tegen uw kop houdt en dwingt om te luisteren naar die nonsens die wij dat verkopen. Hè? Maar het ding is wel, en ik had ook al van in begin wel, hè, ik en de Andries hadden wel lang gebabbeld over wat dat we wouden dat dat ging zijn. En dat is ook geworden wat dat wij wouden dat dat ging zijn. Namelijk, je wilt babbelen met mensen die je interesseren en het hoeft niet grappig te zijn. Mm-hmm. Het kan funny zijn, maar ik ben eigenlijk in mijn dagelijks leven vaak serieus. Zoals jij hier ook merkt, ik ben eigenlijk niet heel de tijd grappen aan het maken. Of dat. Ik zou dat ook wel vermoeiend vinden. Dat is ook heel vermoeiend, want zo was ik vroeger wel toen ik geen podium had. Ah, ja. He, voordat ik comedian was, he, ik ben dat geworden laat in mijn jaren 20. En daarvoor was ik die een onwaarschijnlijk vermoeiende gast in de vriendenkring. He, waar iedereen van dacht, oh man, dat is een kei toffe, maar zo, als we willen dat we nog eens een gesprek voeren, nodigen we die misschien niet uit volgende keer. Allee, dat was... Ik was soms echt heel vermoeiend. Ja, omdat ik zo... Had je geen uitlaatklep? Ik had geen uitlaatklep, nee. Ja. Terwijl, nu heb ik dat wel, dus ben ik ook veel rustiger. Over het algemeen, denk ik. Maar ik heb van die avonden, hè, ik kan wel aan tafel zitten en dat je voelt, ja, ik ben in vorm vanavond. En dan heb ik op alles een opmerking waar je mee moet lachen. Maar meestal niet. Heb je zo soms het gevoel dat je zo bij gasten die bij jullie te gast zijn, dat die zo denken van, amai, ik mag naar Welcome to the EE gaan. En dat die dan zo niet echt 100%... zichzelf kunnen zijn. Hoe probeerde dan die mensen zo wel op hun gemak te zetten? Ik probeer die altijd keihard op hun gemak te stellen. Vooral door die ene zin, alles dat je zegt dat je niet wilt dat erin zit, halen we eruit. Ja. Dan zijn mensen al zo, ah, oké. Okay, als ik mij ineens laat gaan over iemand waar ik misschien ooit nog mee moet samenwerken en ik vraag, kun je dat? Dan zeggen wij, no problem, en we gooien dat eruit. En ik probeer dat ook altijd zo van, ja, relax, we gaan ons gewoon amuseren. Deze is niet, jij zit hier omdat ik wil dat jij hier zit. Ja. Maar ja, niet... je bent zo wel een instituut toch geworden. Geworden, allee, ja. Dat waren wij niet in het begin. Hè. Nee, dan zijn wij ook maar bij beginnen. Maar wij hadden natuurlijk wij hadden twee voordelen. Eén, in het land der blinden. Hè. Er was heel, heel weinig. Ik denk dat Xander de Rijke had zijn mosselen om 13:30 en gaat de Fokcast van de Fokken, die eigenlijk ook al best lang bezig is. Maar dat was allemaal heel kleinschalig. Hè. De Xander was de grootste podcast en die had geen tiende van wat wij nu hebben. Hè. Dus, maar die was wel, dat was wat de pionier. Dat is degene die het er wel op heeft gezet. Dus dat moet ik ook niet claimen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar wat wij wel gedaan hebben, dat is net hetzelfde dat ik met comedy heb gedaan. Ik ben niet de eerste comedian in België, maar ik heb dat de huiskamer binnengebracht. Ja. Mensen weten wat comedy is door mij. Ja. En dat is hetzelfde met podcasten. Ik weet dat ik nog journalisten heb gehad waar ik gesprekken mee had over podcasten die dingen gezegd hebben die dat ze nu nooit niet meer zouden herhalen. Die dachten van, oh, dat is schattig, hè, zo twee gasten op een kamertje met je microken. En ik had zoiets, we hebben meer luisteraars dan uw radioprogramma, dat weet jij toch. Allee, ja, dus en nu heb je door... Dat je ook voor heel veel artiesten, hè, mensen die een nieuwe plaat uit hebben of een nieuw boek uitbrengen, of die zijn er wel, een heel belangrijk stukje pers. Ja. Hè, vroeger was dat, we moeten vooral de Standaard hebben in de Morgen, in de Numo, en we moeten daar een interview mee hebben. En nu is dat, we moeten bij de EE zitten, want dan verkoopt ons een boek. Het is letterlijk, hè. Dat zijn mensen die in tweede druk gegaan zijn nadat die bij ons gezeten hebben. Dus dat moeten ook niet onderschatten wat onze invloed is. Dat hebben wij ook wel door. Maar tegelijkertijd blijven wij wel die twee gasten die zeggen, hey,
komt langs en we gewoon wel lullen. Hè? Ja, ja, zo, wij zitten niet in dat je mag op audiëntie komen bij ons en we zullen niet zien of... Ja, maar ja, op een duur krijgen we dat toch ook wel een beetje door het feit dat als mensen weten van, ah ja, met een boek of met een... Ja, en die zeggen dat, hè. We hebben echt mensen gehad die dat zeggen. Man, ik ben kei zenuwachtig. En ik dan zeg, doe dat niet. Lot dat los, relax. Je zit hier om je eigen te amuseren. Je moet niks verkopen, verkoopt gewoon je eigen. Maar ik denk dat dat is omdat jullie voor iets staan of zo, denk ik dan. Allee, zo, zeker vrouwen bijvoorbeeld. Ja. Denk ik van, oh ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat vrouwen dan misschien zo wel wat geïntimideerd zijn. Ja, en vaak hebben vrouwen dat ten onrechte ook, vind ik. Ik vind dat wij ook echt heel hard moeten afstappen van dat... Dat hiërarchisch gegeven tussen mannen en vrouwen. Of die machtsimbalans of zo, waar u altijd zo wat aangepraat wordt. Dat ik denk, één, ik heb thuis geen klote te zeggen tegen mijn dochter en mijn vrouw. Dus dat is de hiërarchie. Als je wilt weten hoe dat mijn leven eruit ziet, I have nothing to say. Dus de enige momenten dat ik hier te zeggen heb, is als er een micro voor hangt en er een camera voor staat. Of een publiek in de zaal zit. En ten tweede... Ik weiger ook van zo naar... Hey, ik heb ooit eens een gesprek gehad. Dat was een soort dubbel interview. En ik, met Joël de Keulaar was dat, van de morgen. Hey, die dat dan twee mensen tegenover elkaar zet, een polemiek op tafel smijt en zegt, nou, we erover gaan discussiëren. En die had toen tegen mij gezegd, ik had tegen hem gezegd, achteraf van, goh, ik was eigenlijk wat te braaf. En hij zei, nee, jij wordt verbindend. Die zei, en dat is eigenlijk tof. Dat jij dat doet. Er zijn weinig mensen die dat doen. Die zeggen van, ik snap ook uw kant. Ja, voilà. Maar waar dat ik niet mee akkoord ben, is dat of dat of dat. Of ik snap waarom dat jij je voelt. En er was een moment dat hij zei, ja, jij moet u bewust zijn van het feit dat als wij praten, dat er een hiërarchie is. En dat ik automatisch moet opbotsen tegen u. Ik zeg, dat is uw probleem. Het is niet dat van mij, want ik vind dat helemaal niet. Ja. Ik vind dat ik aan tafel zit met een andere persoon waar ik in gesprek mee heb. Ik zeg, ga er een machtsdynamiek gaat inzoeken. Ja. Wat is die machtsdynamiek dan? Betaal ik u? Werkte jij voor mij? Ben ik uw baas? Nee, hè? Wij zijn gewoon twee mensen die aan tafel zitten. Dus als je die houding hebt, en dat merkte wel met vrouwen vaker, die zijn vaak terughoudender, die hebben ook veel meer... Je merkte wel een verschil tussen mannen en vrouwen op dat vlak. Als je mannen vraagt om op de podcast te komen, zeg je die, het zou wel zijn. Jenner, wanneer is het? He? Zo dat. En bij vrouwen is dat. En wat is dat dan? En wat vragen jullie dan? En moet ik dan zo? En wilde dat ik dan iets voorbereid? En moet dat dan dat? En dan zeg ik zo, chill, relax. Jij weet wie dat gaat zijn. Dus jij gaat ook kunnen babbelen over je eigen. En er zijn ook vrouwen die dat totaal niet hebben, he, by the way. Er zijn er die heel makkelijk komen zitten en zeggen... Fuck it. Hè. Maar er zijn er anderen waar je echt voelt, ja, die moeten ergens over. Ja, ja. Omdat je toch altijd dat gevoel hebt dat je als vrouw, denk ik dan, meer moet bewijzen of meer kritiek krijgt ook. Hè. Dat als je iets zegt, dat ze je veel harder aanpakken maar dan een man. Dat is ook wel vaak zo. Ze. Klopt, hè, tuurlijk. Echt, ja, ja. Ik wil dat ook niet minimaliseren, want je voelt dat bij veel te veel vrouwen om te zeggen dat flauwekul is. Ja, ik probeer dat zelf niet te voelen, maar... Het is gewoon soms zo. Bij een vrouw let je vaker op wat ze draagt, op hoe dat die haar haar is, hoe dat die eruit ziet, wat dat die doet, wat die zegt. Dat en die worden er ook veel vaker op gepakt, hè? Op een heel gemene manier. Zo heel makkelijk gaan naar dingen waar dat die niks aan kan doen. Of waar je van denkt, ja... Maar dan is zo'n Delphine Leconte, wat dat dan zo'n kei rare is, maar die dat dan zo de eerste 10 minuten van ons gesprek gingen over als die een huis ziet met een balk, dat die altijd denkt, oh, dat kan ik mijn eigen aan ophangen. En dat is een topgesprek, hè. Dan zit er in, je weet al dat 80% van de mensen die luisteren denken, what the fuck is dat? Maar dat vind ik geweldig, hè, zo'n mensen. Ja, dan denk mensen ik, die zo'n beetje van jezelf... Afwijken, dat is altijd wel plezant. Heel tof, maar zo, of minder van u afwijken dan dat je zou willen eigenlijk. Ook. Want bij Delphine, die heeft veel gezegd, maar voor veel mensen thuis zoiets was van, ah, en ik denk, dat heb ik ook al gedacht, ja. Daar heb ik ook al gezeten. Zo, ik weet wat dat gevoel is. Dat is gewoon eerlijk. Ja. En je kunt ervoor zijn of je kunt er niet voor zijn. Hè. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Maar bijvoorbeeld Ann Lemmes is iemand die blijkt ook maar weer terecht toen ze in onze podcast zat. Hè. Toen ze zei van... Toen ik hoorde dat het een jongen ging worden, was ik teleurgesteld.
Hè? En wat kan dat? En wat voor een moeder zit jij? En dan wordt hij zo ineens op van alles gepakt. Terwijl dat hij wel zei van, ik zie mijn zoon keigraag. Hè? Dat had gewoon te maken met, toen ik dat nieuws kreeg, vond ik dat een tegenvaller. Gewoon eerlijk. En iedereen vliegt erop. En dan snapte ook bij Ann Lemmers waarom dat hij zo weigerachtig staat tegenover interviews in de pers. En ze zeggen, oh, dat is een moeilijke. Mm-hmm. En die eet dat niet. En dan denk ik, ja, die krijgt ook echt exorbitant veel shit. Ja. Veel meer dan dat ik krijg voor veel ergere dingen dat ik zeg. Hè. Maar je ziet dan dat je toch de nuance kunt leggen in je podcast, maar dan wordt het er toch zo wel wat uitgehaald. Hè. Mm. Allee. En daarom hebben wij daarop ook op gereageerd. Wij doen dat niet altijd, maar we hebben dat wel gedaan, omdat we zeiden, de bedoeling van de podcast is dat je nuance kunt brengen in het verhaal, niet dat je quotes eruit haalt en zonder context in de krant smijt. Want dan krijg je net hetzelfde. En dat is niet wat wij willen, dat is niet waar wij voor staan. Wij staan voor... Jij kunt alles zeggen wat je wilt, maar je kunt dat ook allemaal nuanceren. Je kunt doen wat je wilt bij ons. Ja. Dat is voor mij een van de hoofdredenen dat ik met mijn podcast begonnen ben. Dat mensen gewoon kunnen zijn wie dat ze zijn. Mm-hmm. Omdat ik kom uit de mediasector en daar moet altijd alles knippen tot 4 minuutjes. Of zodat. Ja. Dat ik denk van, oh, podcast, hoe heerlijk is dat? Dat je zalig, de vrijheid he? Hebt, dat mensen gewoon... En dat je ook denkt van, waarom had iemand dat ervoor nog nooit gedaan? Ja. Ja, he, zo, je hebt dat altijd vanaf het moment dat iets er is, heb je zo door. Oh ja, natuurlijk. Waarom? Dat vond ik, dat was direct bij mij. Bij mij ik haal hem vaak aan, maar dat was ook de grote inspiratie, Joe Rogan. Ja, die zei gewoon: fuck deze man, ik doe dat zelf. Het was keilang dat ik zo altijd dacht: allee. Hey, ik word niet uitgenodigd voor alleen Elvis blijft bestaan. Waarom zit ik daar nou? En dan dacht ik, ja, doe dat gewoon zelf. Op wat zit je te wachten? Dat iemand aan u komt vragen dat jij... Bedoel, je hebt een camera, je hebt YouTube. Ja. Je kunt letterlijk zeggen, hallo wereld, hier ben ik. Deze is mijn nonsens. En als je goesting hebt om te kijken, doe maar. Hè. Ja, dat is er zit zo'n enorme vrijheid in dat... Mij heeft dat mijn leven ook veranderd. Natuurlijk. Met Frietcast. Ja. Heel belachelijk, hè, over frietjes. En dan denk je, allee, die mensen die hier... Allee, jij komt hier, ja, iedereen komt ook. Ja. Dat is gewoon tof. Omdat dat ook een goede insteek is. We hebben eigenlijk amper over frieten gebabbeld, eigenlijk. Nee, tot hier toe. Wil jij over frieten babbelen? Babbelde over frieten, kom. ik had wel nog een vraagje over Andries. Ja. Dat je zei van... hij komt nu ook meer en meer op de voorgrond. Ja. Jij bent natuurlijk iemand die altijd gewoon is om zo alleen te spelen. Eigenlijk, hè, zo. Ja. Zijn er soms bang ook van, hij gaat mij misschien ook ooit overroelen? Ja, mijn ego wel, ja. Mijn ego denkt dat wel, maar mijn vriendschap met hem niet. Nee, allee, maar dat is... Ja, maar ja, als je eerlijk bent, ik heb dat gesprek ook al met hem gehad, hè, tuurlijk. Want wij zijn ook echt beste vrienden, wij faken dat niet. Ja, dat hij is ook de Peter van Amy. Ja, hij is de Peter van Amy, ik ben de Peter van June, hè, van zijn dochter. Zijn vrouw Sabrina is de meter van mijn dochter, dus dat is, allee, dat is familie, hè. Maar ja, tuurlijk. Maar wat ik heb dat ook voorspeld. Hè. Ik heb dat ook tegen hem gezegd. Want hij was altijd, oh, dat zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Ik zeg, nee, dat gaat veel doen voor u. Zo, mensen gaan u kennen en dat gaat u dingen opleveren. En die is ook, die werkt ook voor de tv, hè. Die werkt voor Benny J. Al die dingen zijn gekomen door de podcast, hè. Doordat ze wisten. En ook, ja, de Andries is een onwaarschijnlijk een autodidact. Dat is iemand die zet zijn eigen ergens aan en dan begint hij ineens zijn eigen leren mixen en leren... Dat heeft hij allemaal gedaan, hè. Alles gaan opzoeken, welke micro's dat je moest hebben, wat dat moest zijn. Dat doe ik allemaal niet, hè. Ja. Dus natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen, ah ja, Andries Bekkers is eigenlijk welkom te de EE. Dan zegt mijn ego, nee. Maar er is ook wel iets voor te zeggen in de zin van heel de opbouw en wat dat is, was er ook nooit geweest. Als hij niet had gezegd, hey, gaan we dat niet doen. Ja. Maar hij zegt ook altijd, ik had dat nooit niet gedurfd dat jij niet had gezegd, ik doe dat. Ja. Je zei, want ik wist ook, één, dat jij dat goed zou doen. Je zei, en twee, ja, je moet dat ook niet onderschatten. Grote sterren komen rapper af als de interviewer ook een grote ster is. Hè. Er zijn mensen die bij mij komen zitten die minder beroemd zijn dan dat ik ben. Ja. Dus dat is ook wel de grap. Die komen dat dan, is wel tof. Terwijl als ik met Tom Waas zit, je ziet keiveel bekende mensen die tegen mij zeggen, ja, Alex, ik moet u dat niet uitleggen, hè, want... Omdat je weet, ja, die kijken naar u en die zien niet een interviewer. Die zitten tegenover een gast waar die van zeggen, ja, die is een cv, kan ik ook afrollen tot op de grond, wat dat die allemaal gedaan heeft. Dus je hebt een soort gelijkheid, hè, waardoor dat je al minder
dat gevoel hebt dat je met een journalist praat die iets uit u probeert te krijgen, omdat hij niet snapt wat dat gaat doen. Mm-hmm. Terwijl zun weten, ja... Ja. Als Niels de Stadsbader bij mij zit en die zegt, ja, toen ik in het Sportpaleis stond, dan kan ik zeggen, ja, dat is aanbetaand, hè, dat en dat en dat. Of dat je kunt lachen met die kleedkamers, of dat je hebt dat meegemaakt, je bent daar ook geweest. Dus ja. Dat is ook... Ja, dat geeft dat een ander cachet of mm-hmm. zo, dat je bij iemand komt zitten. Hè, dat is bij Joe Rogan nu ook. Hè. Joe Rogan heeft de grootste podcast van de wereld. Hè. Er zijn keiveel acteurs die er komen zitten... Die zelf wereldberoemd zijn, maar die zeggen... Ik zit bij Joe Rogan. Voilà. Dat is echt iets totaal anders. Hè. Die ja. gast is huge nu. Hè. Ja. Dus die is zelf ook een kracht geworden op zich. En daar kan ik ook wel van genieten dat wij dat zijn. Maar bang zijn dat hij mij zou voorbijsteken, dan denk ik... Ja, goh, man, dat heeft ook geen zin om je daar druk in te maken. Want ik vind ook dat... Ten eerste, ik gun je dat. En ten tweede, jij hebt ook niet onder controle wat publiek vindt. Ik vind de balans bij jullie perfect, eigenlijk. Ja, wij zijn wij zeggen dat altijd. Wat die te veel heeft, heb ik te weinig. En wat ik te weinig heb... En wat ik te veel heb, heb jij te weinig. Dus dat past goed bij elkaar. Wij kunnen elkaar uitbalanceren. Hè. Ik denk dat jij hem ook, denk ik, nodig had in het begin om zo dan jezelf wat... Een beetje naar achter te zetten, alleen ja. voor de gasten om te leren luisteren. Ja, en hij was daar ook heel vocaal over. Hè, dat je zei, ja, jij babbelt nog veel te veel. En dan was ik altijd kwaad, hè, want wij maken veel Ambrase. Dat zit er boven aan het soep soms. Echt? Maar niet Ambrase van met stoelen om elkaar smijten, maar wij zijn zo'n kibbelend getrouwd koppel. Zo, hè. Allee, wij zijn altijd zo... Ja, of dan zegt hij ook altijd niet kwaad worden, hè, maar dan weet ik al dat ik kwaad ga worden. Dat hij dat zegt. Maar het ding is wel dat wij wel beseffen dat wij werken altijd naar het eindproduct. Dat deden wij toen wij samen in de band zaten ook. Hè. Wij hebben echt gereld, hè, in die groep. Dat ik flessen water tegen de muur smeet in de opnamestudio. Dat ik echt door het lint ging. En dat hij dan zei, ja, het kan me niet boemen. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat je dat moet doen. Fuck you, jij weet niet waarom. Ba, 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 ba. Maar uiteindelijk kalmeer ik dan. Hè, of kalmeerde hij, want soms is het ook andersom. Mm-hmm. En dan denkt hij na en dan zegt hij, ja, eigenlijk, you've got a point. Of dan vind je iets ertussen, of je doet iets, maar je werkt altijd naar dat eindproduct. Ja, je weet dat het voor het goede is. Want als ze zeggen, je kunt je druk maken. Hey, iemand vroeg dat ook ooit eens aan mij. Vinden dat niet vervelend? Dat ze vaak zeggen, ja, dan Andries stelt de goede vraag. En dan denk ik, ja, maar die kan die ook niet stellen, dat hij niet heel dat interview heeft, voor dat dan optangen. Mm-hmm. En uiteindelijk, als hij de goede vraag stelt, is die wel gesteld. Wat maakt dat uit of dat ik die stel? Dat is ons programma. Ja. Wij komen naar buiten met dat ding en alles wat daar gezegd. Wij zijn niet in competitie met elkaar. Wij zijn niet Max Verstappen en zijn teamgenoot die elkaar eraf proberen te rijden. Wij zijn niet mekaars positie aan het team pakken. Dan gaat het ook niet werken, hè? Alles. Dan werkt dat ook niet. Ja. Tuurlijk niet. Dan kun je dat ook niet blijven doen. Nee. En... Zeg, verhuizen. Je bent nu verhuisd. Mm-hmm. Ja. Was het geen optie niet meer om bij jullie thuis, bij een van jullie thuis te doen? Nee, niet echt. We hebben er niet echt plaats voor. Zowel ik niet voor een goede ruimte ervoor als bij hem in zijn nieuw huis. Hij woont nu in een groot appartement, maar die had ook niet... Die had dat wel kunnen doen als die dat wou, maar ik voelde ook wel dat hij zelf zoiets had van... Ik wil dat ook wat upgraden en zo. En als je dan echt dat in een studio gaat opnemen, dan wordt dat wel iets anders dan als je dat doet. En natuurlijk, de angst is, dan verliest dat huiselijke en dat sympathieke en dat kleine. Maar dat zijn wij eigenlijk ook al lang niet meer. Wij zijn veel groter dan dat ding deed vermoeden. Ja. Dus dan denk ik ook, ja, soms moet je gewoon ook eens een beetje upgraden. God dat er ook beter uitzien. God de mensen die bij ons zitten ook beter zien. God dat ook, dat wij niet half achter een kast zitten en half achter... je gaat niet die micro heel de tijd recht voor mijn gezicht zien. Er gaat ook eens een camera opstaan dat je mijn gezichtsuitdrukkingen ook beter ziet. Dat er beter uitziet. Ja. Ja. Onze decor is ook een geüpgrade versie van de boekenkast. Hè. Ja. Want die wouden we niet wegdoen, omdat je zo weet van... En die boeken die erin staan, zijn ook echt onze boeken. Dat zijn die boeken die wij zo zijn gewoon halen voor erin te duwen. En ook, ik ben zo'n hoop... ik ben zelf nog zo'n hoop van die popjes gaan halen die dat ik zelf verzamel, die dat ik dan zo erin heb gezet, zodat er ook nog...
Dat is ook een beetje opge-upgrade op dat vlak. Dat onze mancave wat geworden is. Hè? Dat wij echt zeggen, van dat blijft nog altijd wel dat. Dat je een brol daar... Allee, de brol dat jullie... Jawel, en dat was denk ik ook iets dat een Andries, een vrouw, dacht van... Als al die een bocht niet meer in mijn appartement moet staan, dat is toch wel tof. Dus vandaar dat we gekozen hebben om niet in onze huizen te zitten. Je zit nu in een productiehuis. Ja. Mm-hmm. Maar is het dan ook de bedoeling dat je er bijvoorbeeld mee op tv gaat gaan? Ook, en dat weten we nog niet. We zijn nog altijd een beetje aan het zoeken. Ik probeer dat ook een beetje af te houden in de zin van het mag ook geen tv-programma gaan worden. Het blijft een podcast. Ja. Dat is wel de DNA van wie dat wij zijn. Dus als je dan gaat beginnen met... Ja, we gaan het wat inkorten en we gaan wat beeldfragmenten ertussen. En dan is het een tv-programma aan het maken. Maar dan verliest ook wat dat is. Ja, ja, en dus, dan moet je waarschijnlijk ook weer voor die tv-zender bepaalde toegevingen gaan doen. Ja, dan gaan ze weer bepaalde dingen van u vragen en zo. En dat hangt er allemaal vanaf natuurlijk. Wat dat is en hoever dat je daarin mee kunt of niet. Ja, ik zeg ook niet op voorhand nee... Want het hangt er vanaf, hè. Als dat een goed idee is, kan ik zeggen, oh, tof, dat kunnen we wel doen. Ja, wij liepen zelf al mee een paar ideeën rond van dingen die wij luid op gezegd hebben in de podcast. We moeten dat eens doen, dat je dat dan ook eens doet. Ja, zo, ja. Dat je dan zegt, oh, misschien moeten we sowieso een filmpje noemen, dat wij dat echt gaan doen, of zo. Dus dat zijn zo dingen die misschien wel mogelijk zijn. Maar ik denk altijd dat je, hoe zeg je dat? Je moet ook niks gewoon forceren. Je moet niet gewoon proberen om iets te zijn dat je niet bent. Ja. Zo, ik moet niet Average Rob proberen te zijn. Hè? Average Rob is Average Rob omwille van het feit dat die zijn medium was voor mij te beginnen. Dat is een supersportieve gast die tegen zijn broer zegt... Weet je, we gaan allemaal zo van die extreme sporten doen en we gaan wat zot doen en we nemen dat op. En dan gaan we wafels bakken en we gaan... En ja, dat is die zijn ding. Ja. Terwijl dat is niet mijn ding. Dus ik moet dat ook niet gaan doen. Allee, dat zijn zo dingen waar ik van denk, ja, dat... Ken jij dingen, Mr. Beast? Nee. Dat zegt mij iets. Ja, die heeft mega veel volgers op TikTok, op Twitter, op YouTube, overal. En die doet eigenlijk zo van die zotte TikTok-filmpjes, maakt hij. Die rijdt bijvoorbeeld rond met een Tesla. Mm-hmm. En hij ziet dan zo een aftans Dacia'ke, zal ik maar zeggen, naast hem staan. En dan zegt hij gewoon, wisselen. Ja. En dan krijgen die mensen een Tesla, maar die doen ook zo dingen voor goede doelen. Jawel, ik ken die wel. Zo van die zotte dingen. Ja, dat is juist een hele rijke gast, hè. Ja. Is dat niet? Ja, rijk. Die wordt, denk ik, gesponsord. Ja, ik dacht dat die... Ja, dat is juist. Ik ben die wel eens tegengekomen, maar ja. Die zei ook onlangs in een interview, zeg ik, van... ik geef dan ook tips van hoe kunnen bijvoorbeeld je YouTube-kanaal groter maken en dit en dat. Maar het probleem is, mensen doen me dan gewoon na. Ja. Die doen niet... Iets uit zichzelf. Nee, dat is het, hè. En dat is het altijd. Dat is altijd het verschil tussen succes en tussen niets, hè. Dat is keistom, maar wij waren gewoon twee gasten die met onze persoonlijkheid daar zitten, hè. Ja. Want dat is ook een Andries, hoe dat hij soms zo kei omslachtig kan beginnen aan een vraag en dan kan zeggen, nee, wat ik eigenlijk wou vragen was, dat doet niemand anders, hè. Dat doet die. Ja. Dat zijn die zijn dingen. En wat ik heb, hè, is mijn comedy timing, dus ik vang alles op wat iemand zegt en ik pak die er zo een uur later terug mee. Ja. Of zo. En dan heet je zo weet, oh ja, fuck, of zo dat. En dat is zo, dat zijn van die dingen die gewoon in u zitten. Ja. Of dat je dat nu hebt, dat heb je omdat je heel je bagage ook mee hebt. Omdat je heel je leven achter de rug hebt. Ja, je kunt ook doen wat je wilt, want het is je podcast. I don't care. Het is mijn naam dat erop staat, hè. Niet die van u. Dus ik doe wat ik wil. En het is wel zo, ja, vroeger was Welcome to the AA, zei dan Andries. Hij was echt Welcome to the Alex Agnew. En nu is het welkom to de Alex en Andries. Hè. En ik had zoiets, ja, maar dat was het eigenlijk altijd al, hè, Andries. Dat was alleen in oude kop dat dat niet was. Dus, en hij had alleen het gevoel van, ja, nu hoe meer dat ik naar de voorgrond treed, hoe meer ik ook het gevoel heb dat ik dat kan. Maar er zijn ook dingen waar dat hij meer over weet dan mij. Ja. Waar ik ook van denk als wij over voetbal babbelen. Ja. Weet jij het over voetbal niet? Weinig. Oh. Dus dan denk ik, Andries, take it from here, buddy, want dat is dat ding. Allee, de Andries is een Antwerp supporter. Als Toby Alderweireld dan bij ons zit, dan heeft hij bepaalde vragen. Maar ik heb dan weer andere vragen, want dat is ook weer het funny. Mijn vader was een profvoetballer, die heeft geshot bij Sheffield Wednesday in Engeland. En dan denk ik, dan kan ik dat op tafel gooien. En dan zegt een Toby, oh.
Really? Hey, zo, uw pa. En dan, ja, dan heb je zo... Dus je hebt altijd een andere insteek, maar ja. Wij zijn ook twee andere personen. Ja. Dat maakt dat ook dat die een dynamiek ook werkt. Ja, dat is het mooie. Ik heb ook gedacht, van zou ik het ook in een duo doen? Maar ik dacht, nee, ik wil het gewoon voor mezelf doen. En in het begin zei ik misschien ook minder in de gesprekken. Ja. Maar nu probeer ik toch al zo eens wat meer te zeggen, denk ik. Allee, bij u nu vandaag wat minder. Ja, ik heb veel te veel praat, hè. Sorry. Ja, dat is ook zo. Ja, ik kan er ook niet om doen. Als je wilt dat ik met een kop uit moet dat zeggen, dan zou ik wat stil naar dat beeld kijken. En dan moet jij wat dingen vertellen over. Nee, maar ik luister ook graag naar mensen. Ik vind dat echt oprecht leuk om te doen. Wat zijn uw favoriete frieten eigenlijk? Ja, ik heb dat al gezegd. Bij mij is dat pakje frieten met pickles. Ah. Pickles. Daar een klassieker. Mijn frituur op, mijn eigenlijk. Allereerste pak friet dat ik ooit van de frituur heb gegeten, was eentje met pickles. Jij weet dat nog? Ja, ik weet dat nog. Hoe weet jij dat nog? Dus ik was heel klein en ik zat bij mijn... het bewust pak friet dan, zal ik maar zeggen. Want misschien waren er wel dat die al eens in de frituur bij frieten waren gaan halen, dat ik dat niet wist. Maar dat mijn moeder naar de frituur was, die had een pak frieten met pickles voor mij meegepakt. Het is ook raar dat hij er pikkels op legt, want dat is precies ook zo niet het meest evidente voor een kind. Maar ik ben wel opgegroeid met niet zo evident eten ook. Op heel veel vlakken. Dus dat was een friet met pikkels en een curryworst. Dat weet ik nog. Ik vond dat keilekker. Ja. Dat was zo mijn klassieker ook. En die pak ik van tijd tot tijd nog zo pikkels. Dat doe ik soms ook nog. Ja. En is ook bij u zo de Voslemmens of het jij ook zo zegt? Maakt niet uit. Want ik vind de frituurpikkels ook vaak wel lekker. Ja, ik vind die ook heel goed. En je hebt ook zo dingen... Heinz heet ook Piccalilli, denk ik. En dat is ook best redelijk goed. Ja, dat is zo'n hele lichtgevende. Zo waar ik van denk, that might be radioactive. Maar dat is wel cool. Mijn favoriete pikkels zijn Branston, maar dat zijn die Britse pikkels. Maar die moet je eens proberen, als je ooit de kans hebt. Dat is wel die zijn donkerbruin, hè, dus die zien niet geel. Dat is niet, dat is zo. Ik heb dat denk ik al in de winkel zien staan. Ja. Ik denk in Frankrijk, in de supermarkt. Dat kan wel. Dat kan wel. Engelsen wonen. Ja, dat kan wel. En dat is echt, dat vind ik de lekkerste. Maar dat is een kwestie van smaak. Dus ik ben vrij klassiek. Soms ook die satékruiden op. En curryworst speciaal durf ik ook al eens pakken. Ja. Alleen maar ik ben meestal zo van, nu ga ik eens iets anders doen en dan doe ik toch weer hetzelfde. Ja, zo. Ja dus, ik heb dat een beetje met hamburgers van de Kwik. Zo, de nieuwe, de formidabele, de dit, de dat. En dan denkt hij altijd, ik zal dat eens pakken. En dan denkt hij elke keer, terug een giant man, die nonsens. Zo, dat heb ik wel. Zo, in Kwik denk ik dan veel conservatiever dan in een frituur. Dat is wel funny. Pak je nog iets bij? Ik pak altijd nog een cheeseburgerke. Ja, dat doe ik ook. Maar ik ben een grotere eter, dus ik pak dan twee burgers in een cheeseburger. Twee giants? Nee, een giant en nog iets anders. Ofwel is dat een Big Bacon vaak, ofwel is dat een Kingfish. Ah ja. Vind ik ook wel lekker. En dan zo'n cheeseburger van de Kwik, dat stikt in uw Holland aan. Dat slaat op niks. Hè. Dat is een broodje lucht. Vroeger hadden wij zo een open haard in ons vorig huis. En dan legde Herman een balkje voor de open haard en daar de twee cheeseburgers op, dat die ook zo warm bleven. Mm. Tot wanneer dat u een giant op was. Bangelijk. Dat waren goede momenten. De goeie idee. In bed, hè. Kinderen in bed en dan zo stiekem. En zo achter die hun rug. Want die niet in de vuilbak zagen liggen. Ja, dat die niet zo 's morgens. Zijn jullie naar de Kwik geweest? Dat je zo denkt, wat gebeurt? Kan ik me wel voorstellen. Dat is, bijna even erg als betrapt worden op seks. Wacht. Nog een frietvraag is misschien... kun jij makkelijk... Ik heb het deze zomer gemerkt. Ik had een dingen besteld. Het is voor de allereerste keer een julienke. Een julienke is met stoofvleessaus erop op je frieten. Mm-hmm. En dan zo van die gebakken ajuintjes. En dan nog zo die doorgesneven... hoe heet dat? Jalapeno's? Nee, zo van die ronde dingen. Plat. Augurken? Nee, gebakken vlees. Allee, zo boulet, maar doorgesneden. Zo dat, hè. En dan was dat eigenlijk te groot. Dus dat was echt mijn wederzijdse toestemming dat ik zei, Herman, please, eet er van mee. Ja. En toch kon ik dat niet verdragen dat hij in mijn bakje zat. Oké, dat snap ik. En die zei achteraf, ik voelde het echt eigenlijk niet tof vond. Ja, dat snap ik. Ja, ik vind, wat ik nog meer haat dan dat,
Isaac zegt, ik ga frieten halen, wil nog iemand anders? En dat hij dan zegt, nee. En dan vanaf dat je er ziet, beginnen die allemaal uw bak leeg te vreten. Dan denk ik, nee. Wat doe je dan? Ja, dan word ik ambetant. Hè. Ik verlies altijd. Hè. Ik heb nooit iets te zeggen, dat heb ik al gezegd. Hè. Dus dat eindigt altijd met dat ik dan toch dat pak friet gewoon afgeef. Dat ik zeg, hier, eet het op. Dat kan ik niet. Maar wat ik wel kan, zo, als je zo'n te grote pak friet hebt, zo, echt van die, hè, op een festival hebben we onlangs nog gehad, dat ik zeg, hey, mannen, pak het allemaal wat mee. Hè, ja, dat je dat dan ook doet. Maar dan is het ook niet zo dat is mijn pak friet of dat is mijn avondeten. Dat is meer zo, like een zak chips. Ja, dat is gewoon meer zet hem op tafel en iedereen pakt. Maar als je echt zo letterlijk zegt van, nee, deze is mijn avondeten, dan word ik wel heel ambetant als iemand daarin zit. Ja, daar denk ik geen fan van. Nee. Dat is eigenlijk wel grappig dat jij geen klote te zeggen hebt. Nee. Jij ziet er zo stoer uit. Ja, dat is daarom dat je er zo uitziet. Als ik er zou uitzien, gelijk dat ik zin, dan was dat een zieligheid dat je die voor mogelijk houdt. Zijn jij daarom ook zo begonnen met tattoos en zo? Om zo... Ja... Ik denk dat eerder een soort obsessie was met muziek en met soort muziek dat ik naar luisterde en met mensen waar ik fan van was. En die hadden tattoos en ik vond dat cool. Dus ik denk dat eerder is. Zo mensen kunnen zo zeggen, mijn tatoeages hebben allemaal een betekenis. En ik heb het gezet omwille van... Blah, 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 blah. En dan denk ik altijd, ja, uw eerste tattoo misschien. Tegen dat je gewoon je tiende zit en denkt, oh, dat is tof, zet dat er maar op. En hoe meer dat je redt, hoe lager dat je standaarden worden. Dat merk ik toch ook heel veel soms met mensen, dat ik denk, dat heb je er ook maar op gesmeten, hè, vorige week. Hè, zo. Maar dat is niks mis mee, maar nee, ik vind tatoeages gewoon cool. Ja. Dus ik vind dat esthetisch leuk om naar te kijken. Zo na zoveel jaar ook eens bijkleuren, of niet? Ja, ik doe dat niet. Ik denk dat er zeer weinig mensen dat doen. Ik heb wel, Alex, stiekem bij u gekeken toen we elkaar de eerste keer zagen aan de Joker. Ja. Of dat op je kuit vanachter heb je zo, die gaat een Joker staan. Ja. En of dat die je zo deed. Of dat die bewoog en dat was niet. Ah, oké. We waren zo iemand tegengekomen in de stad zo, voordat wij u zagen. En die had zoiets op een gezicht op haar kuit. Ja. En dat gezicht de hele tijd zo. Ah, ja. Dat vond wel raar, maar bij u is het niet. Ik heb stevige kuiten. Ik heb veel sport gedaan altijd. Dus, wie weet, is dat misschien later ooit. Hè, als je zo heel oud wordt. Maar dat was ook zo iemand dat tegen mij zei. Als je dan heel oud wordt en zien die tattoos er toch niet meer uit. Zeg, maar ik ken ook niet meer. So it doesn't really matter. Allee, dat gewoon het niet erger maken of zo. Zeg, en als je dochter daarmee thuiskomt? Ze heeft dat al gezegd, hè, dat ze dat misschien wel wil. En ik heb gezegd, als ze 18 is en ze wil dat en ze wil iets bepaald, zeg, denk er goed over na. Want als je dat erop zet, dat gaat er niet meer af. Je kunt dat laten weglezen, maar dat is een heel pijnlijke bedoeling. Dat is ook nog duurder. Dat is, en ja, je laat dat ook niet zetten om het dan weg te halen. Dus... Maar ja, ik kan moeilijk gewoon zeggen, tattoos, dat is voor krapul. Hey, ik bedoel, als je eruit ziet, gelijk mij, dan... Wat is dat onderste? Welke, deze? Ja. Nine Inch Nails. Ah. Dat is een band dat ik al heel lang graag hoor. En dat ik al heel lang wou, die tattoo. Maar ik heb die nog maar onlangs laten zitten. Dat is nog een vrij recente dan deze. Komen er nog zo'n stilletjes aan, ja. Ik blijf altijd wel zo links en rechts wat van, oh, zit hier nog eens iets op of dat. En dat is zo'n vaste winkel? Of zeg je van, als ik dan in Londen ben? Of, Nee, ik heb tattoos van verschillende mensen wel, maar ik heb er ook een aantal van dezelfde. Dus een goede maat van mij is een tatoeëur. Ja, als je daar zoveel komt. En die zegt dan, er gaat tijd, kun je dat? Oh, komt maar af. En dan zo, pff, en dan zit het er, ja. En dat is ook gezellig, want wij kennen elkaar keigoed, dus dan... Ja. Zit hij gewoon wat te tetteren, terwijl dat hij er een tattoo op zit. Dat is eigenlijk gezellig. Ja. Jij had ooit zo in de Welcome to the EE, denk ik, was het? Of was hij in uw show? Ik weet het niet meer. Gezegd van dat tegenwoordig zo ook bankiers tattoos hebben. En ja, ik vind ook dat jij daar zo mee wegkomt. Ja, ik vind niet dat iedereen daarmee wegkomt. Ik weet het niet. Ja. Ik denk wat je wel je eigen bij moet neerleggen als getatoeëerde persoon. Ik weet dat ik vroeger, als ik iemand zag die vol tattoo stond, hè, jaren 90 of jaren 80, dan denk ik, daar heb ik een gesprek mee. Dat is een gast die sowieso bepaalde dingen luistert of bepaalde dingen doet waar je van weet. Dat in uw lijn ligt. Nu hebben de mensen die tot hier vol stonden met tattoos en je denkt, dat is een barista of zo. Of dat deed niks. Dat rebelsen is er wel af van tatoeages. Dat is heel hard
een esthetisch ding geworden. Mm-hmm. Dat ook heel weinig nog betekent bij de meeste mensen. Daarvoor was een tattoo een keuze. Hè. Als je die laat zitten, dan... Ja, een way of life dan, ook. Hè? Ja, en dan zat er ook... Dan doe ik al een beetje een statement van wat voor soort persoon mm-hmm. dat je bent. En dat is nu niet meer. En ik ben niet iemand die dat erg vindt of zo. Want omdat ik dat ook esthetisch mooi vind. Dus ik snap ook dat mensen dat ook louter voor esthetische redenen kunnen doen. Ja. Dus dat verliest een beetje zijn rebelsen en ook wat zijn diepgang erdoor wel, vind ik. Maar aan de andere kant denk ik dan ook. Dat is een beetje hetzelfde. Je kunt dat vergelijken met keiveel mensen die nu rondlopen met een t-shirt van Metallica of AC/DC of Joy Division en die hebben nog nooit naar die band geluisterd. Maar dat is een leuk design en dat hangt in de H&M. En je doet dat aan en je zegt, hey, cool, een toffe t-shirt, past goed bij mijn sneakers en dat past goed bij dat. Ja. En vroeger was iedereen boos. Hè. Als je dat tegen mij had gezegd, als ik 18 was, had ik gezegd, oh, noem die zijn nummer op van Metallica, ik ga hem uit die shirt niet aan doen. Zo dat typische lullig ding. En nu denk ik altijd... Je bent wel milder geworden. Gedoe maar, hè. Allee, ja, wat maakt dat nou uit? Is alleen maar goed voor Metallica, want het is die hun design en die verdienen er waarschijnlijk wel weer iets aan. Dus good for those guys. Dus dan denk ik ook altijd, ja, er zijn zoveel mensen die met een Nirvana-shirt rondlopen dat ik denk, dat je dat nog nooit niet gehoord, hè. Maar dat is niet erg, hè. Of wel, hè, dan kennen die dat van TikTok. Kennen die er zo één nummer van. En zeggen, TikTok, ja, dat is wel op dat gebied voor muziek. Amai, dat is een goudmijn geweest voor heel veel bands die ineens terug hun carrière hebben omwille van een TikTok-hit. Ja, dat is waar. Of tv-programma's zoals Stranger Things, hè, waar ineens iedereen Kate Bush aan het luisteren was. En dat je denkt, ja, goed voor Kate Bush. Hè. Mensen die met een Walkman beginnen rondlopen, met cassettes in en zo. Ja. Nou, dat ze dat terug beginnen te doen, zo'n Sony Walkman. Zo. Ja. Zo, oh ja, dat is wel tof. En dan denk ik, oh man, dat streamen is echt veel gemaakt. Gestegen, hè? Ja, dus terug, er zijn heel veel bands dat terug releasen nu ook, hè, cassettes. Omdat die weten van, nou ja, er is zo'n nostalgische markt naar. Hè. Vinyl is ook... terug veel populairder dan vroeger. Hè? Ja, maar vinyl vind ik ook veel leuker zo, dan een cd. Ja, het heeft wel iets. Hè. Ja. Ik vind alleen, als je zo in je zetel zit, moet het dan dat is dat goed en dan moet het weer gaan omdraaien. Ja, dat wel. Dan denk ik, ja. Het is een beetje arbeidsintensiever. Ja. Je moet Spotify. Er wat meer moeite voor doen. Ja. Spotify, ja, dat zet er op en dat is weg. Hè. Ja, dat is vooral ook zo dat je dan zo'n ding hebt, zo'n feestsossies. Hè, hoe heet dat? Ja, ik noem dat altijd. Hè, tic, en je zet dat aan en dan kun je gewoon heel je playlist laten spelen en je zegt, hoe voor 24 uur. Ja, dat is eigenlijk echt zot. Hè. Ja, dat is wel tof. Zeg, ja. We begonnen over t-shirts. Alex, ja, je hebt mijn podcast nog niet geluisterd, denk ik, want je kende mijn begintune niet. Ja. Op het einde van de podcast krijgt mijn gast ook altijd een cadeau. Oké. Okay. Dat is altijd zo. Oké. Okay. Dat was het vorige seizoen zo en... Dat is nu nog altijd. Nog altijd. Oké. Okay. Het is iets... hoe moet ik dat zeggen? De mensen die luisteren weten dat al, wat erin zit. Ja. Maar het is echt op maat gemaakt okay. van de gast. Er is er ook maar één van. Oké. Okay. En die van u, ik denk als dat het niveau wordt van dit seizoen, ja. dan zijn we goed bezig. Oké, okay. All right, kijk goed. Ik ben eens benieuwd wat dat daarin zit. Echt, met z'n biet vind je dat echt niet goed. Echt, hè? Het is een t-shirt, het heeft altijd met frieten te maken ook, hè? De slogan. Ik ben dat lekkers naast bekkers. Dat is wel keigo. Goed, hè? Ja, ja. Dat is een van de eerste dingen die ik ooit aan hem vroeg toen ik hem leerde kennen. Ik zeg, lekkers van bekkers, familie of van? En je zo, west maar waar. Dan zit er binnen. Ik ben dat lekkers naast bekkers, dat is wel keigo. Super. Goed, hè? Yes. Ja, voilà. Kei leuke shirt. Amai. Ja. Ga ik ook aandoen als ik neffe de Andries wandel. Ik verwacht wel... Je gaat dat ook alleen maar gênant als fuck vinden. Dat is vooral dat extraatje er voor mij er nog bij. Dat je niet helemaal kan denken van... Oh, doet die shirt niet aan? Ik verwacht wel een kleine foto daarvan. Hè. Gaan we wel doen. Beiden, gaan dat we ook wel echt doen. Geestig. Kan je wel aantrekken op onze volgende podcast of zo. Dan ga ik gewoon even hem staan met jouw foto. Dan sturen we dat door. Karate friet was ook een optie bij u. Omdat ik weet dat je hebt karate gedaan. Ja. Maar ja, dan dacht ik, ja, deze is... Allee. Nou, deze is eigenlijk heel funny. Zo. Dat is... Het is goed dat je zo die vraag stelde. Zo, ja, mocht u eigen zorgen dat hij misschien... En hij die t-shirt had eigenlijk zegt... Ja, ik ben eigenlijk gewoon die kei knappe gast. Die even... Dat was ook een moment... Oh, trouwens, dat is een goeie ding zo. Ik was ergens op een feestje. Ik was aan het praten tegen een Nederlandse een sportvrouw. Zo, die dat ik niet kende. En zij kende mij ook niet. Ja. Die had ook al wat gedronken. En ik ook. En die was zo wat tegen mij aan het babbelen zo, heel de tijd.
en ik ben zo aan Tetter aan het doen. En die haar zus woont in België. En die komt eraan geweld en die zegt, weet jij tegen wie dat ga je aan het babbelen? Zij zei zo, ja, dat is Alex Agnew, hè. Dat is een keibekende comedian in een hele grote podcast en dit en dat. En die zei zo, oh, ja, ik vond het gewoon een lekkere vent. En ik stond er zo en ik dacht ook, en ik, ja, ik stond er neffen en ik dacht ook zo, ja, dat doe ik niet elke dag. Ja. Als je zo op je 50 af en toe nog zo'n compliment naar je kop krijgt, dan maar denk ik, oké dan. Heb je niet zo vaak vrouwen zo na een optreden dat die dan zo... Allee. Niet zo heel veel. Maar nee? Ik ben ook niet zo'n... ik ben niet altijd dat zo heel sociaal na mijn geloven, shows ook niet. Hè. Ik ben ook iemand die dat vaak... weg is. Dan weg is, ja. Ah, ja. Ik ben niet zo'n... ja, nee. Dat is niet mijn stijl. En ik denk ook altijd, ik weet dat ook liever niet. Dat is altijd zo, ja, goed. Als je dat vindt, is dat tof. Ja, maar... om van de straat te geraken, lijkt me dat een ideale job. Ja, ik denk wel, als ooit mijn vrouw beslist dat ze mij beu is en zegt van, ik heb het gehad. Als ik mijn eigen op Tinder smijt, dan gaat dat wel lachen worden, denk ik. Dus ik wil eens benieuwd wat ik allemaal gewoon binnenkrijgen. Ja, voor de fun zouden dat eigenlijk wel eens moeten doen op Tinder. Maar ik denk dat mensen ook niet geloven dan. Dat ik denk dat ze dan denken van, dat is gehoogst. Allee, dat ja, en dat zal dat dan ook zijn, nee. Van de 10, want ik kon er dan zitten van wat god je dan doen met al die mensen die dat u dan kiezen. Of nog beter, dat is hoe niemand dat doet. Dat je zo doorheid van, ik ben eigenlijk totaal niet populair, dat is verschrikkelijk. I don't want to know, man. Nee, ik wil u enorm bedanken, Alex, dat je dat was. Dat is heel graag gedaan. Dat is echt, ik vond het een fysiek warm gesprek. En ook, amai, dat is hier echt warm. We kunnen dat zeggen voor de mensen die aan het luisteren en aan het kijken zijn. Het is hier echt warm. Ja, sorry. Ik krijg flashbacks terug naar de zolder van mij en Andries toen we nog geen airco hadden. Hebben we daar ook zo airco geïnstalleerd? Ja, ja, dat hebben we toen gedaan, omdat dat was niet te doen. We hebben ooit een podcast gehad. Ik vergeet dat nooit, met de Peter van Brutus, die een band. En dat was, wij zaten alle twee, hadden wij een hemd aan. En dat hemd, dat... Dat werd donkerder en donkerder hoe langer dat wij daar zaten. Je zag echt de druppels zo van ons aflopen. Ja, wij zaten er echt... En dat was een keitof gesprek, hè, maar toen dat eindigde en wij kwamen die kamer uit... Dat was echt... Je mocht die kamer ook niet terug binnenwandelen, want dat was gruwelijk. Hè. Wij zaten er van... Man, dat was warm. Ja, en toen hadden we echt zoiets van... Joh, we moeten een airco hebben, want ik denk dat ik het ook doen. Wel ga doen. Zo. Maar ja, het is nu wel net een warme periode eigenlijk geweest. Het zal binnenkort zal dat wel weer gedaan zijn. Je zit nog in thuis, hè, madame. Nee, wat dikke merci. En de slimste mens. Daar ja. Niet over. Waarom doe je daar niet aan mee? Je hebt dat toch niet wat meer nodig? Wat een vraag. Nee, ik heb dat niet meer nodig. Dat is dat of om van het gezag van de Erik van Looy vanaf te zijn. Dat is één. Want die zegt al 12 jaar... aan het vragen of ik dat wil doen. En ten tweede, dat is iets waar ik... ik ben een slechte verliezer en ik ben ook niet echt een hele goede quizzer. En ik dacht, dat denk ik wel. En ik dacht, daag je eigen is het. Doe dat eens. Doe gewoon eens mee. Wie weet wat gebeurt er. Stel dat je in één aflevering uitlicht, dan zitten meestal goden dan zowel roemloos ten onder. Hè. Daar wordt eigenlijk niet echt over gebabbeld. Even, en dan is dat weg. Doe een paar afleveringen mee, dan zeggen ze... Hey, maar die is... dus veel mee, hè. Die is niet achterlijk. Ja. En winde dat, ja, dan is dat zot. Maar ik kan echt niet... Ik ben iemand dat echt zegt, ik kan niet voor te winnen. Ja. Ik kan echt voor... Ja, maar tot als je daar dan zit... Ja, misschien wel, hè. Natuurlijk, als ik er dan al 10 afleveringen achterin in zit, wordt dat iets anders. Maar dan kan dat ook worden. Maar zo begin ik niet. Ja. Ik kon er gewoon naartoe hoeven te zien wat dat is. En ik kon mijn eigen wat amuseren. Ik heb ook al gezegd van... Je hebt nog geen opnames gehad. Maar dat zei hij... Nee, nog niet. Dat zei de Erik ook tegen mij van... Amuseer de wagen gewoon. Die zei, ik heb een quiz met u gedaan over voetbal. Jij kent geen hol over voetbal. En dat was een hele avond plezant. Want jij zegt van alles aan het doen. Jij zegt van alles. Maar het ding is wel natuurlijk... Ja, bij Herman hebben ze ook al vaak gevraagd. Van, hij doet daar aan mee. Mm-hmm. En hij is ook geen quizzer. Maar uiteindelijk zit het daar wel om te winnen. Hè? Ja. Dus je moet wel zoiets weten, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ik denk dan ook wel... Er zullen wel wat vragen voorbij komen van dingen waar ik wel iets over weet. Maar er gewoon andere dingen zijn. Camille, denk... sowieso. Oh, dat kan, ja. Misschien moet ik zien het foto googelen. Ik weet hoe dat ze eruit zien nu, maar dus... Ja, want dat is altijd heel gênant, hè. Als je zo'n lijst van mensen krijgt dat je denkt, die zou dat allemaal moeten kennen en dat je er dan zo ziet... Oh. Ja. Of ik zou zo schrik hebben dat ik zo dingen zeg dat eigenlijk niet mogen geweten zijn over mensen. Ah, okay. Dat je zo van die roddels weet en dat je dan zo zegt... dat je denkt van, dat is algemeen geweten. Maar ja. Zo, me too. Oh, nee, oei. Oh, oei, van die damn, beste, shit. Ja.
Zo. Of zo iemand dat je niet graag hebt. Nou, dat is die verkrachter. Wat? Nee, ik heb niks gezegd. Sorry. Dat zou ik wel kunnen voorstellen. Dat is misschien niet zo goed, eigenlijk. Nu ben ik wel heel benieuwd over wie dat je het allemaal hebt, maar dat zullen we niet doen, zeker? Zal u dat subiet zeggen? Ja, mensen thuis, jullie zullen het nooit weten. Ja. Er zijn wel een paar mensen dat ik denk van, amai, moest ik die eens een trefwoorden moeten raden? Dat zou wel eens kunnen. Oké. Ik ben heel benieuwd nu. Ik zal het niet zeggen. Oké. Nee. Alex, dikke merci. En ook veel succes in uw nieuwe studio. Ik ben super benieuwd om het Dank te zien. Dank u. Ja, normaal gezien denk ik dat we er eind volgende week een gaan opnemen. Ja. Zou toch de bedoeling zijn? We waren nog wel bezig met onze video en onze audio wat goed te krijgen en zo. Dus het is nog even een beetje namodderen totdat het juist zit. Maar dan zijn we terug vertrokken. Voilà. Ik luister zeker. Oké. Merci. Hey, wauw! Met Peter de Pauw!